Vrienden van het voetbal, hallo en welkom bij een nieuwe 90 Minutes voor 90 minuten plus toegevoegde tijd. Pret, plezier en praten over voetbal. De laatste rechte lijn van de competitie is begonnen, de play-offs. En dus zijn we er geire bij met Gilles Mbeya, met Philippe Joos, met Daan Heijmans en met Joris Brijs. Van harte welkom, alle vier. Hey. Altijd blij dat ik jullie tronies nog eens mag zien. Na een weekje congé, wat deze podcast betreft. De play-offs zijn begonnen. Voor jou nog niet, Daan, maar daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Dat is pas voor volgende week. Vuurwerk was het nog niet in de Champions League. Nee, maar het is toch een beetje de laatste rechte lijn. Is toch wel een beetje de Canarieberg? Dat is een lelijk woord wat je nu gebruikt. Ja, maar er zijn er toch al gevallen, hè? Ja. Of op zijn minst gestruikeld. Ja, ja, dat dus, klopt wel. Ja. Dat is waar. Daar moest ik ineens aan denken. Ik dacht... Maar nog niet vol op het bakken, hè? Nee. Kleine breukjes. Ja. Kleine maar breukjes. Nog niet alles gebroken. Ja. Geen Cunion? Misschien de match die het meeste heeft losgemaakt. De mooiste affiche vooraf. Ik vond het ook de beste match van de drie. Door Genk. Zeker de eerste helft. Ja, dat was echt stil. De eerste helft van Genk en de tweede helft van Club waren de twee ploegen die het best gevoetbald hebben. Alleen heeft Genk daar drie punten uitgepuurd en Club Brugge niet. Nee. Qua dominantie inderdaad, zo de twee meest opvallende helften. En ik vond Genk... Naar mijn gevoel was het lang geleden dat ik ze nog eens zo had zien spelen. Maar, ze zijn ook vrij, ja. De druk is er vanaf. Ja, en tactisch. Ja. Gewoon Franke die met drie achterin ging spelen, dat werkte fantastisch. Hè. Ja. De eerste helft was Union gewoon overdonderd daardoor ook. Mm. En die twee, El Canouz en El Hadj, die elkaar heel goed vonden. Ik was er net in de auto aan het denken, want ik wist dat hierover ging gaan. En dat zijn twee mensen die het voetbal gewoon allebei begrijpen en enorm samen kunnen spelen. Sommigen ook niet allemaal. Nee, niet allemaal. Maar die begrijpen het voetbal gewoon super hard en die kunnen met elkaar samenspelen op korte ruimte. Dus ja, dat zie je nu al. Ja. En bij El Hadj heb je wat je bij El Canouz niet hebt, denk ik. El Canouz heeft bijna geen ondergrens. El Hadj wel. Die zakt daar af en toe gigantisch door, maar dan ook weer... En wat het fijne ook heel blijft, lang niet gespeeld. Hè. Ja, maar hij probeert ook altijd het moeilijke. Mm. Elke bal, en dat vind ik op zich wel opwindend. En ik weet dat als je dan coach bent, moet je in principe tegen hem zeggen, ja, je moet je momenten beter kiezen, weten wanneer. Maar voor ons, neutrale, gebeurt er... Want het is altijd naar voren, het is altijd in één tijd, het is altijd wegdraaien en doorlopen. Mm. Het is boeiend. Ja, er gaan matchen zijn waar alles gaat mislukken, maar er gaan er ook zijn waar alles gaat lukken. Ja, en dan doet dat je de match vallen. En dat is mooi om naar te kijken. En je kunt er wel aan frustreren, denk ik. Ja, ook. Als het dan niet lukt, en zeker als trainer. Het is vaak met Akje hier, Akje daar, die soms niet hoeven op dat moment. Ja. Maar als het dan lukt, valt het extra op. En het zal ook wel zo zijn dat hij nog niet de speler is die als het slecht gaat... Dan lukken zijn hakjes ook niet. Als het met de ploeg slecht gaat, natuurlijk. Ja. Dus dan ergert je eraan als trainer. Maar als het goed gaat, is het... Ja, hij blijft het doen. Hij blijft volharden in... Maar ik durf dat niet de boosheid noemen. Volharden in het lef, in de schoonheid. Maar als coach vind je dat in de boosheid. Want je wilt controle. En dat heeft hij eigenlijk niet. Ja. Nee, maar El Canouz heeft dat dan weer zoveel dat die combinatie werkt. Ja, en wat je denk ik een aantal weken geleden hier zei, het is gewoon de beste speler van de competitie. El Canouz, dat heeft hij denk ik toch zondag nog eens onderstreept. Voor mij is dat in elk geval die later, als je mij nu vraagt wie carrière. Van iedereen kan de hoogste carrière, is het absoluut hij. Ik zie niet in wie anders... Nee, op dit moment in de Belgische competitie is er niemand dat zo rond. Nee, die groeimarge, dat al brengen. Dan, en ik denk ook dat... laten we er nog van genieten, want het is nog 9 matchen in België, denk ik. En het is zoals gisteren gezegd, het is niet op de 10. Hè. Nee. Het moet lager zijn. Het moet lager, maar dat is geen probleem. Absoluut niet. Omdat het zo goed is, lager. Want bij anderen is dat wel... Heb je zo wel iets van... Ja, oh jong, te weinig assist, te weinig... Maar bij hem denk ik, hij is echt de motor. Ja. Maar hij kan ook dingen doen lager die niet nodig zijn. Ja, nee, voilà. Dus hij kan daar ook beslissend zijn van op 6 of 8. Kan hij absoluut. Ook hij heeft een paar keer een pas gegeven. En er is zelfs dat klein pasje waarin hij 3 mensen in de wind zet van Union. Hè. Dat is een klein waarin Rozovski beweegt. Ja. Hè. Dat is het. Ja. En dat zie je ook in die topmatchen in Engeland... Oké, wij focussen op die ene geweldige bal van De Bruyne, maar dat soort pasjes, daar zijn ze ook altijd naar op zoek. Mm. Waarmee dat je linie doorbrekend bent. Dat zijn niet altijd passen van 20 meter. Rodri is specialist in pasjes rechtdoor van 5 meter. Ja. Van 5 tot 10. Ja. Maar wel rechtdoor. Dat zijn de moeilijkste, hè? Tussen 2 man. En dan De Bruyne komt vrij voor zijn eerste goal in Newcastle. Voor zijn enige goal in Newcastle, voor de assist.
En die assist van De Bruyne is een wereldpas. Hmm. Waar we allemaal flabbergasted van zijn in Newcastle. Wie was toen? Op Oscar Bob. Ja, Oscar Bob. Die dat ook goed deed. Maar ik bedoel, dat is een bal waarvan iedereen ziet. Ja, ja. Maar de pas waarmee De Bruyne wordt vrijgespeeld van Rodri is ogenschijnlijk, paske van 10 meter of 5 meter. Maar dat is ook zo slim, zoveel waard. De afstand omdat hij maakt ook weet het. Dat De Bruyne daar gaat schieten, wat niet veel mensen zouden nee, doen. Nee, omdat, hij loopt al op voorhand, en dat heeft El Canoes ook. Die lopen zelf vanuit een ruimte weg. En die ruimte wordt de ruimte waarin de ander vrijkomt. En die trekken als een magneet een aantal spelers mee. En, ik vind dat... Maar ik heb echt door de voorbije weken dat Philippe er heel lyrisch over was, nu is echt enkel op hem gelet in de eerste helft. En dat is echt gevoeld bij elke fase. Je denkt, een paar milliseconden, soms een volle seconde sneller en handelt ook sneller dan de rest. Dat voelde gewoon, dat zie je in alles wat hij doet. Maar ik vind ook, en dat is daarbij gekomen, is fysiek sterk geworden. Hij kan soms zo... Hij kon al lopen, maar hij heeft ook de body meer. Hij kan nu soms zo, als hij zelf de bal bijhoudt en niet direct wilt spelen, kan hem zo ongrijpbaar zijn. Ja. Dat is erbij gekomen, zo ongrijpbaar zijn. Zo even opposten. Ja. Ja. En dat is zoiets wat, ik wil nu niet vergelijken met Messi, maar wat een Messi... Soms had. Dat je gewoon niet anders kunt dan even aan zijn arm gaan hangen of aan zijn truiken gaan hangen. Dat had hij ook. Ik vind hem echt meest hebben van Modric in spellen. Ja. En daarmee bedoel ik niet dat niveau halen of niet zoveel Champions Leagues winnen met Real ook op laat. Dan niet, hè. Ook de manier van passen. Maar de manier van over dat veld, van waar hij loopt, van verstand hebben, van lijkt hij mij... Vind ik hem daar erg op lijken. Waar ligt zijn plafond voor je? Ik zie die echt hoog eindigen. Nou, als in de absolute top? Ik denk dat wel. Genre Real en of Bayern. Dat mocht je nooit van iemand zeggen, nee. Dat is de absolute top. Maar als je dat bedoelt met absolute top, met dat kransje van 7 ploegen die de Champions League kunnen winnen, daar durf je niet op gokken. Maar het is zeker niet onmogelijk. Maar daaronder zeker. En van daaruit, Modric is ook via Tottenham gegaan. Zijn volgende stap is enorm belangrijk. Ja. Moet spelen, moet. Ik zou bijna naar Duitsland gaan. Als je zo in een ploeg zoals Leverkusen of zo terecht kunt komen. Of Leipzig of zo. Ja, zo'n Leipzig. Ja, ik denk dat voor hem... Maar er zullen ook wel Spaanse teams achter zitten. Mm. En dat snap ik ook. Ja, daar zie ik hem wel in Spanje passen, ook eigenlijk. Ja. Maar dus niet Atletico. Doe het toch maar niet. Nee, want... Maar daar geeft Witzel alle passen vooruit al. Dus dat hebben ze niet nodig. Meer dan omdat niemand achter hem staat. Een prachtige goal van Witzel. Goal hallo. Het rare aan dat doelpunt is dat die draait al in de lucht. De meesten die op een corner koppen, en die lopen naar die bal en die doen dat. Ja. Maar hij... Op daar rechtop. Hij is al gedraaid, Hij staat gezicht naar de goal op het moment dat hij komt. Maar hij mikt echt op die tweede paal waar de bal binnen gaat? De wending die hij in zijn lijf maakt, is raar. Maar Witzel heeft dat altijd bij het springen en het koppen tegen Ierland op TK in Frankrijk. Ook, is ook niet dat hij zo... Maar dat is, daar staat hem helemaal vrij en heeft hem gewoon echt twee tijd om te kiezen. De manier waarop hij die in de maakt lucht al een torsie een beweging in de lucht, terwijl... Allee, meestal loopt je... Toby Alderweireld is specialist in dat soort goals aan de eerste paal komen. Maar Toby gaat nooit zo staan. Nee, die doet dat. Dat lichaam staat richting corner. Ja, de schouders. Ja, wijzen. Ja, naar waar de bal... En bij Witzel, die stond helemaal... Ja, gezicht naar de goal op het moment dat een beginneling met de bal. Een beginneling met skiën, wiens schouders altijd mee de bocht volgen of de vallei of recht op de vallei blijven. Dat is een soort techniek die je pas aanleert na pizza een tijd. Punt. Pizza punt is zoiets anders. Maar... dat is hoe je moet remmen. Dat is ook het enige wat ik ken. Want dat eigenlijk hij verraadt daarmee waar zijn bal naartoe gaat. Hè? Als je daar... Witzel. Ja. Niet? Ja, maar als je hem zo hard kopt... Van dat is waar. Dat is waar. Het ziet er vreemd uit, omdat het veel minder gebeurt. Maar het is wel... Het valt wel extra op daarom. En er is niks mooier dan een kopbal aan de eerste paal die aan de tweede binnen gaat. Ik vind dat fantastisch. Ja. Het door. Ja, maar dat doet hij dus eigenlijk niet. Snap je? Jawel, ik heb hem niet gezien, want ik heb bij mijn de selectie is dat, bij de meeste is dat zo'n... Maar hij hangt al... Ja, dat is super bizar. Je moet eens kijken, dat is echt... Vaux scoort zo tegen ons, hè. Van Sam Wales. De 3-1, of de 3-1 in Lille. Op de EK, dat is ook een bal komt van op rechts en hij denkt dat hem ook aan een tweede paal binnen. Vanop de eerste paal. Ik moet altijd denken, dit seizoen is Ollie Watkins.
in een match waarin ze achter staan en waarin dat die helemaal op het einde een bal... En niet een oud-swinger, want dan kun je nog zeggen, ja, dan heb je wat mee. Maar een bal die eigenlijk zo kwam en niet van aan de cornerlijn. Hè, dus echt vanaf center van aan, ter hoogte van de 16. En die verlengt die zo met een nekslag en die valt echt zo in... Over de keeper, verste hoek binnen. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ik moet altijd denken aan... inderdaad de 3-1 tegen België. Ja? Met ooit Sam, Justice van Voor, weet je dat nog? Op RBDM? Die heeft ooit zoiets een gestoorde kopbal. Dat is mijn eerste. Dat is heel lang geleden. Dus met Genk op RBDM. In de beker dan? Ja, dat weet ik niet meer. Nee, maar Justice van Voor is 15 jaar geleden of zoiets. Hè? Maar speelde RBDM toen in eerste klasse nog, ja? Die hebben daar even... Ik herinner mij precies van... Ik begin al te twijfelen, maar... Justice van Voor heeft gescoord op RWDM op zondag 25 november 2001. Ja, 13e speeldag van het seizoen. Maar je moet het eens opzoeken. Dat is een gestoorde kopbal van 20... Ja, dan heb ik er ook nog één. Die heeft 2-3 fantastische seizoenen gehad, hè? Ja. Justice van Voor. Die kopbal... voor mij de meest memorabele kopbal kwam nekslag, Borghetti... Ja. Mexico, ja. Italië, WK 2002. Ja, dat is wel zo. Ja, ja, dat is super straf. Ja. Maar toen op het WK was toen ook op VRT. En toen je kon zo inzenden dat je de goal naspeelt thuis in uw hof. En we hebben en dat gedaan? Echt 3 uur op geoefend. En dat is dan dat jij zo'n week met die Mitella hebt geoefend. Daarvan is die een hernia opgekomen en zo. Allemaal er staan er beelden van. Ja, ja, we hebben dat opgestuurd. Dat is niet op tv geraakt, maar we hebben dat wel echt in een... Maar heb jij dat nog? Ja, dat weet ik niet. Ik ga dat bij mijn onkel Peter moeten vragen. Die ja, want we gaan het dan bijvoegen bij de podcast. Als ze vinden, gaan we ze er wel moeten uploaden. Nee, want dat zijn beelden dat die denk moeten... Ik kan daar eens achter. Ja, cool. Ja. Even terug naar Union. Wat was daar het probleem? Het ongenaakbare Union, dat toch al een tijdje niet meer zo ongenaakbaar is? Of ben ik nu aan het overdrijven? Ik denk dat ze in de eerste helft echt tactisch verrast werden. Want de tweede helft werd dat bijgestuurd. Speelden niet meer met twee spitsen, maar... En zat dat middenveld wel. En in de tweede helft vond ik het wel weer het Union dat we kenden. Alleen ja, zonder Amoura. Hmm. Die diepgang is een wereld van verschil. Dat is wat heel veel ploegen missen, zo'n diepgang. Tuurlijk, want er is die geweldige paas van Lapoussin op Nielsen, die dat niet slecht doet. Maar daar is Amoura weg. Weg, 1-1. Dat is weg. En ja, dat scheelt wel iets. Maar ja. ik vond niet... Ik las vandaag nogal wat mensen die zeiden, ja, DNA van Union was er niet. Dat vond ik niet. Ik vond dat typisch een Union-match. Ja. Alleen, ja, pakken ze momenten nu niet. Want zelfs in de eerste helft hadden ze meer expected goals dan Genk. Waar je er ook van kunt denken. Terwijl ik Genk echt in de eerste helft beter vond. Hè. En terecht op voorsprong, alles. Maar het is niet dat Union nergens was. Maar expected goals, even heeft iedereen gezien dat... wie scoort er uiteindelijk op club? Dank je, 87%. Ja, denk je, 87%. Ja, dat is Haaland, op de doellijn. Dat is Haaland. Ja, maar goed. In die één match 87. Dat je er nog over kreeg. Nee, maar dat is iets anders dan expected goals. Ja, dat is iets anders. Dat is de verwachting... Hoe groot dat de kans dat binnen gaat. Bij expected goals wordt heel veel. Goal probability, sorry. En daar moest ik wel in. Maar expected goal, daar geloof ik wel in. Ja? Daar wordt heel veel mee gehouden. Ook voorzetten. Dus dat is niet alleen maar puur op afwerken van kansen. Het is toch ook maar een Excel-kolommetje waar je... Is dat ook niet meer de metriek waarop je op een heel seizoen kunt zien van zoveel kansen creëren wij of zoveel hebben we erop gepresteerd? Wel op één wedstrijd vind ik dat als je twee grote kansen mist, kun je zeggen van... Iets meer expected goals, maar op een heel seizoen zie je toch vooral van dat zijn de ploegen die veel kansen creëren tegenover de ploegen die dat heel moeilijk hebben. Dat was het straffen met City-Chelsea bijvoorbeeld. Hè. Die stonden 10 posities uit elkaar op het moment dat ze 1-1 spelen, anderhalve maand geleden denk ik. En dan qua expected goals hadden die net evenveel. Ja. En dus City overperformde een beetje qua doel en Chelsea veel minder. Maar dat is wel iets waar je dan als Pochettino naar je bazen mee kunt gaan en denken, kijk... Maar daar heeft hij zijn interview toch over gegeven. Ja, dat kan ik geloven ook. Die heeft letterlijk een interview gegeven. En hij zei van, als de statistieken meezitten of we staan op de positie dat we verdienen, dan stonden we vierde. Ja. Heeft hij interview. Dat is daar natuurlijk erover. Dat is er ook over, maar het is wel... Het is meer dan niks. En dat is ook aangeven dat de spelers niet de kansen afwerken die wel worden gecreëerd. Ja. Maar en Nicolas Jackson ook, in het begin van het seizoen... Maar het is zelfs ook laatste pas en zo. Hè. Dat wordt er ook in... Maar wie beslist dat dan dat dat een goede of dat vind ik het raar. Dat vind dan. Ik ook. Ik vind data van spelers, dat wordt ook veel wetenschappelijker. Volg ik 100% dat wordt dat afgemeten. Ja, maar welke schaal van. Ja. Dat blijft maar net omdat er zoveel parameters in zitten en het niet alleen is van die ene kans. Hmm. Iemand heeft me daarover gemaild, dat was echt wel interessant. Wordt het ook geloofwaardiger?
Omdat het een mix is van... Is en wat is, zomaar... dan nu, wat is dan die goal probability? Waar als ze 87 plakken op, denk je? Dat is de natte vinger van iemand die zegt van... Dat zal ook wel op iets gebaseerd zijn, dat geloof ik wel. Maar wat dan? Dat begrijp ik ook niet. Dat is inderdaad ook gewoon naast. Ja. Want dat is zo, een minuut later laten ze dat dan nog eens zien. En vaak wordt er ook mee gelachen door de commentatoren. Dus als er mee gelachen wordt elke keer, voer het dan af. Ja. In Brugge overigens ook. Hè. Ja, dat is volgens mij lach. Welke 13 gaan er En wat we niet moeten doen, is dat gedoe van... word even varen. Het is al erg genoeg. Wacht, ik heb het opgeschreven voor jou, stoppen, lieve Philippe. Scan en help de ref. Ja, scan en help de ref. Ah ja, dat is meteen. Er is ook niet... Scan, dat klopt nog. Maar help de ref, nee. Dit is nog eens iets extra. Het draait niet om help de ref, het draait om jubileum. Voilà, de sponsor. Dus je kunt een pintje of een paar pintjes winnen als je... Zat. Ik moest aan denken. Dat reden te meer om onze competitie eerste klasse te noemen. En niet... Pro League. Ja. Ah ja. Duvel Pro League was zeker. Ja. Kristal. Portas en Teklap. Dat heb ik ook nog niet gezien bij Union dit seizoen. Wat heb je nog? Ja, die discussie. Dat uitschelden. Dat zijn toch dingen die we niet hebben gezien 30 speeldagen lang bij Union. Het is toch ook een druk die begint te leven. Dan bij dat is mijn vraag. Je hebt 24 matchen op een rij gewonnen. Ja. Er is echt een enorme druk nu, hè. Die hebben het al twee keer niet weggegeven, maar ze hebben altijd meegedaan tot op het einde. En nu is Anderlecht er weer bij. Ja. Oh, dat moet toch echt beginnen leven. Terwijl ik denk dat... Allez, je kunt niet verwachten dat je met die uiteindelijk vrij geringe voorsprong, dat er geen moment ging komen dat Anderlecht of een andere ploeg toch heel dicht bij u ging staan. Het is misschien wel een zegen dat het nu is. Want en dat gebeurt in de play-offs. Hè. De gedachte dat je 10 matchen 1 gaat blijven, die lijkt mij naïef. Nee, maar als er één ploeg... Club Brugge heeft ook wel af en toe die competitie echt overvleugeld. Dit seizoen was het... Die hebben nu wel een kans laten liggen, toch? Die hebben een enorm... Als die daar 3 punten pakken... Ja. En dan nu tegen Anderlecht. Dan hebben die match kunnen opkloppen tot... En nu, maar dan hadden ze op 3 punten gekomen. Hè? Als ze nu Cercle hadden geklopt en dan Anderlecht. Maar het is gek dat je dat zegt van kans laten liggen. Want Genk heeft evenveel punten als Club Brugge. Dan zou je toch ook kunnen vragen... Ja, gaat Genk nog een rol van betekenis spelen? Want die staan wel op 8 punten. Club had qua voetbal tegen Cercle over die hele match bekeken, gewoon moeten winnen. Ja, dat is waar. Ja, en dan hebben ze 2 punten meer nog dan Genk. En dan zien we wel nog, maar dat is net het fijne aan die play-offs, dat het alle kanten... Het ding is ook dus anders, omdat we bij Genk altijd hebben getwijfeld, gaan ze er wel bij zitten? Ja. Gaan ze er wel bij zitten? Maar ja, wie weet spelen ze een rol, het kan op zo'n... Ja, als ze op dit niveau blijven spelen, ik vond Arakodari, maar ja, die gaat niet sneller zijn dan de Bast, hè. Of niet sneller zijn dan Mechelen en Spileers. En ik was wel verschoten hoe snel dat hem nu was. Ja, of, hoe dat traag dat die traag, waren. Dat kan ook. Ik denk wel dat de combinatie... Ik vind dat echt... Hij speelde wel goed. Het wordt toch pijnlijk. Arokodare. Het feit alleen al dat hij die diepte opzocht, was goed. Ja, zeker. Maar ik heb het nu al wel een paar keer gezien dat pijnlijk... Op Frankfurt was onwaarschijnlijk. Burgess, tegen Fenerbahce, Burgess. Ja. Het was niet alleen Burgess. De andere was Sykes ook. Ja, maar Burgess was wel... Want op een gegeven moment wil Sykes zo dekken. Ja. En hij loopt zo eigenlijk niet naar de bal, maar in de looplijn van... Dat was Burgess. Dat was Burgess. En dat dan nog voorbij loopt. Dat is luchtdekken. Dat is niet meer naar de bal kijken. Dat is enkel denken, als ik die... Ik moet contact hebben. En dan zet je gezien gewoon. Dat is zo. Maar hij heeft dat vaker en vaker. En dat is volgens mij ook de frustratie, dat wel het besef van ben er hier een paar keer uitgelopen, dat dan leidt tot... Dat doelpunt... Nee, de fase. Dat doelpunt gaan. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Nee, maar dat gebeurt. Allee, bedoel, het gebeurt en het is ook niet erg, want je kunt hem niks verwijderen. Je kunt daar niet veel conclusies aan verbinden. Absoluut niet. Maar we zitten wel in de belangrijkste fase. Het is wel een enorme flater. Maar enorme flaters gebeuren, hè. Dat moet absoluut. Ik heb bijna liever een flater dat je die een bal door je handen laat glippen, want dan dit is een inzichtflater. Dat vind ik erger. En dat heeft hij normaal niet. Nee, dat is juist. Dat hij op het einde nog gaat, is ook fout. Want dan kun je beter blijven. Hij moet blijven. Ja, die shot hij nooit binnen. Maar het is heel moeilijk om op dat punt nog te zeggen van... Ik ga mijn fout niet proberen goed te maken. Ja. Dat is een fout. Maar dat verwacht ik dan ook. Merk je ook dat er heel veel spelers zijn die dan direct druk willen gaan zetten. Moet dat is waar, maar hij is hoe oud is hem? 32? Dan denk ik, godverdikke, dat mogen we wel doorhebben. Dat je dan niet... Dat je beseft van nu blijven. Dat is hun zo vaak geleerd op dat soort ballen. Want hij tikt hem naast u. Hij raakt hem nog, hè, trouwens. Minder dan een seconde die beslissing nemen. En dat gebeurt, hè, dat je zo'n foute beslissing neemt. Ik vind ook, ik heb dat laten maken gisteren, maar we hebben het niet getoond voor een deel, maar ik wist van ik vind Buté... Waarom dat je wist wat?
Maar ik wist dat dat niet ging aanvaard worden aan tafel. Maar ik had nu naar twee keeperstrainers gestuurd en die zeiden mij allebei, ja, 100%. Buté op dat schot van Dreyer, waar de corner uitkomt, waar de goal uitvalt. Voor mij moeten die nooit een hoekschop duwen met door te gaan zweven. Handen erachter, in geen 100 meter is er iemand van Anderlecht in de buurt. Je moet gescand hebben, die een bal moeten gaan niet in corner duwen. Mm. Hou die binnen. En in tweede instantie, ik snap wel dat je hem die klem vastpakt, want dat doet niemand meer. Hè. Dat was een goed schot. Hè. Maar dat is geen weet. Als die binnen gaat, zeg allemaal, Buté. Dus duw die niet in corner, hou die tegen. En in tweede instantie raapte die op, of shot uw verdediger die in... Ik weet, dat is geen flater à la... Nee, dat is dat nu ook achteraf, niet, is dat makkelijk om dat nu maar te zeggen. Maar dat is wel iets, ja... Want als er geen goal uitkomt op die corner, dan hebben we deze gesprek niet. Nee, dan hebben we dat niet. Nee, uiteraard kijk je daarna. Maar ik vind wel dat corners soms te makkelijk worden weggegeven. En zo, ja, een corner is toch altijd een corner. En zeker als je met 10 staat, is dat een potentieel gevaarlijke fase. Nog een corner meer dan... is altijd een corner. Ja, dat is weinig aan doen. Nee, maar als je met 10 staat, een corner is rekenkunde, hè. Corner is meer en meer rekenen geworden. Oude Broek dat daar niet op trainen, dat, voilà. Dat is gewoon... En waar zetten we, en met hoeveel, en die, en komen we met 2, en 1 corner, 2... Dus ja, met 10 zet je in dat soort fases zeer in het nadeel. Ja. Heb ik gezien op Beerschot, waar dat de doelman van Genk, ja. De jongen, die trouwens heel goede spenders, ja. Echt een goede keeper. Ja, ze zeggen dat hij... Komt in de toegevoegde tijd mee koppen, dus numeriek overtal, en raakt dan de bal. Hè, en geen offside, hè? Ja. Wow, ik denk... Ik twijfel toch, want wij waren met Charles en Durbuy 2-3 dagen, en ik was met Gilles van Kleempet op de camera, waren aan het kijken. En door internet in Durbuy? Ja. Koeken sponsort dat allemaal. Nee, en we hebben ook dat soort gezegd. Ik had wel het gevoel. Ik dacht, het gaat net niet zijn, waardoor dat je eigenlijk als vlaggenman moet zeggen van dat doelpunt gaat door, want de lijn is niet duidelijk. Hè? Ze hebben ook geen VAR. Ze hebben geen VAR, dus daarom denk ik, ja, laat het dan gaan, als je niet zeker bent. En het beeld, de camera staat net niet op de lijn waar de laatste verdediger staat. Ja, het is moeilijk om te zien, maar inderdaad, Penders is de sneuvel. Een fantastische keeper. Nee, ik heb thuis gekeken. Maar die is ook 2,2 meter of zo, hè? Dat is mij nu niet opgevallen, maar kijk, ik dacht, iemand zei mij dat. Ja, daar wordt dan een tijd over gezegd dat dat de nieuwe Courtois zou worden. Maar daar zit iets in het water. Hè. Dat is, Want ja, die Tobeleijs hebben ze ook laten gaan naar Leuven. Ja. Dat toch een tweede keeper was en ook niet verkeerd bezig. Oké, nu ging hem weer in de fout, maar los daarvan is het toch wel omdat ze rekenen op die Penders, denk ik. Hij is typ 2 meter volgens Transfermarkt. 2 meter, ja. Heeft die Gerrit zelfs meegespeeld? Nee, denk ik niet. Want daar was ik ook benieuwd. Nee, mijn zoon was gaan kijken. Ik zei, je moet letten op die jongens. Ja, ze stond er niet op. Bij Racing Genk, maar ik denk niet. Nee. Hij zei, nee, maar dat is geen garantie, maar blijkbaar echt niet. Ik ben blij dat hij het goed gezien heeft. Ja. Terug Union, volgende week cirkelen, dat is toch wel al direct met stress. Hè. Dat gaat alleen maar toenemen nu. Hè. Maar ja, goed, dat is ook logisch in play-off 1. Maar als je daar punten laat liggen... Ja. Maar als ik die tweede helft van cirkelen... zag tegen Club was goed, maar bij Cercle was het ook fantaf. Vreemd. Ja. Dat was echt niet normaal. Hoe moe dat die... Terwijl dat hij niet meer vooruit. Een sterk... Ja, sterk ja totdat hij de Maréchal weer inbracht, die wel weer wat rust in die bal bracht. Dat is echt een goeie. Ik vond Sique in het begin ook goed invallen. Daarna viel die ook weg. Die begon ook heel zotte dingen toe. Maar dat was wel even een moment dat ze nodig hadden. En die Oetkoes, dat beeld dat hij er blijft zitten gisteren, dat hebben we dat laten zien. Die heeft zo... Dat is echt... Als die rechtsachter staat, ik weet het niet, maar als je daar niet van kunt profiteren... Nee, ik vond dat heel vreemd. Want dat is inderdaad, zoals Joris zegt, dat is hun sterke punt. Dat is juist waar dat die op rekenen, op dat blijven gaan tot Frankie, het einde. Frankie van der Elst zei gisteren, onderschat niet de temperatuur. De koude dan bedoel je? Nee, ineens warm. He, op een bepaald moment... Ja, ze de eerste warmte... Maar, ik moet zeggen, ik had dat ook. Het was toch warmte? Ook 20 graden. Ja, maar de zon, de dingen... En ze geven veel, hè. In die eerste helft hebben ze gedaan wat ze wel kunnen en willen. Oké, het is duidelijk dat... Is dat verschil dan voor Club? Want mijn vraag was altijd, hoe komt dat Club voor de rust zo aanmächtig is en daarna toch begint te voetballen? En is dat omdat Cercle stopt met pressen? Of waar liggen dan correcte verschil? Wissels, vind ik. Ja, en ook wel dat Cercle inderdaad dat niet meer beliep. Ja, maar ik vond de wissels ook goed. Ja. Verandert ook het spel. Skovalsen komt Skoven, dan. Ja. Max, met de Kuipen. Ja. Ja, maar laat, hè. Ja, maar dingen dan op Sabbe. Rechts. Op rechts. Sabbe kwam vroeger. Ik vind dat hij wel iets heeft. Sabbe, hè? Sabbe. Ja. Okay. Maar ik begrijp ook dat je in die match naar ervaring grijpt. Ja, maar ik begrijp niet dat je met de Kuiper op de bank staat. Dat vind ik absoluut niet. Dat begrijp ik echt niet.
Zeker dus met een van de meest consistente namen van het seizoen. En ook je moet winnen. En, maar zeker het begin van het seizoen dat hij heeft gehad op die linkse bak. En oké, Meijer heeft vorig jaar echt een heel goed jaar gehad, maar is dit jaar niet op het niveau dat hem vorig jaar was. En Max had dat wel in het begin. Dus ik vind dat een beetje vreemd. Het zal ook wel zijn dat Meijer verkocht wordt, zeker, na dit seizoen. En dat hij nog even in de etalage moet. Nee. Etalage. Ik weet het, maar zijn we er niet over eens dat de Kuiper voor meer geld gaat gaan dan... Ja, maar die willen ze net houden nog. Is dat een mindset bij Club Philippe nu? Nee, denk je? Maar dat, ja, maar nee, want nee, maar dat gebeurt bij veel ploegen. Ja, je zit met die twee wel. En het probleem... dat is een probleem geweest voor Deila ook, hè. Van, ja, alle twee zijn ze wel goed. Mm-hmm. En dan... De Kuiper kon het dan ook op rechts. Ze heeft daar ook goede matchen gespeeld. Maar uiteindelijk ja, is dat voor hem minder ook ideaal. Dreigend. En dan diep. En dan, de beste positie is links. Gaat het voor niet zo zijn dat er op de Kuiper nog meer rik zit op? Ja, dus ik snap dat clubs... Als die eenmaal rode duivel is, gaat er nog veel meer aan. We houden liever de Kuiper, dat snap ik echt wel. Ja. Maar het is op zich dan wel vreemd dat die dan nu op de bank zit. Je gaat toch niet nu Meijer speelkansen geven boven de Kuiper? Nee, maar is ook niet dat Meijer, ik vind dat Meijer wel weer net aan het groeien is. Dat moet je ook zeggen. Hij heeft voor mij echt totaal geen goed seizoen, maar het is nu wel... Hij komt wel weer wat. Ja, maar toch nog altijd niet in de buurt van wat het vorig jaar bij momenten was. Nee, hij is defensief, hè? Denk ik, nog altijd iets sterker. Hij zou niks van Beiren moeten hebben. Hij kopt een paar keer. Hij zit bij corners er vaak bij. Dus dat zijn allemaal wel dingen waar... Ik snap wel dat je daar als coach ook rekening mee houdt, maar de Kuiper op de bank zien zitten bij een ploeg die toch ook niet fantastisch doet, klopt eigenlijk niet. Nee. Ik vond het wel goed dat Nicky Haaien... Na de match heeft hij... Ze vroegen hem... op het einde met die wissels en zo, dat hem een kwartier voor tijd al zijn wissels had opgebruikt. Mm. En dan gaf hem de steek aan Deila eigenlijk. Hè, dat hem niet voor een resultaat wou spelen of niet wou winzakken of zo. En nog, ik denk dat nog een interview met een speler was ook, dat ze zo heel hard steek gaven aan Deila. Dat is toch onbewust dan, denk ik. Want hij heeft een interview gegeven, ook niet gaan, waar dat hem echt de kant van Deila kiest. Vond jij dat een steek? Ja. Ik vind dat nu ook niet een steek. Ja, maar nog iemand anders zei ook van ja, we gaan nu er vol voor en niet meer... Ja, maar ze dat een paar keer gedaan hebben. Ja, ja. Daar werd zo twee keer naar verwezen. En maar ja, het is ook thuis tegen Cercle en je zet al... Ja, je zet op minuut 75 ook al gigabaas. We moeten het nog zien als je thuis tegen Anderlecht 1-0 voorstaat misschien volgende, of wat je het dan ook doet. Ja. Dat is op Cercle, hè. Hebben we even begrip. Ja. Ja, maar dat is wel een verschil. Je hebt thuis match meer, hè, dankzij die play-offs. Ja, dat is waar. Ja, maar toch niet met publiek. Hè. Nee, dat niet. Maar allez, uw veld... Dat is al een goede start. Als je er 6 van de 10 op je eigen speel toch liever in een vol Jan Breidel. Dat is toch nog een extra boost. Dat blijft zo raar dat je dat ziet, hè. Ja. Jan Breidel. Dat je die cijfers, dat je die letters ziet. Jan Breidel stadion, die pancarte. Daarboven. Gent heeft de naam van het stadion trouwens veranderd. Ah, ja. Sambaro heeft met zijn eigen bedrijf, dacht ik, de naam van het Group stadion Arena gekocht. Ja. En het werd het Planet Heinena? Group Arena. Heinena? Het was Heinena. Het Planet Group Arena. Het was Planet Cooper? Planet Group Arena. Ja. Allee, dat hebben we nu even over Jan Breidel. Dan weten we dat. Planet Group Arena. En het stadion van Sporting Hasselt is Sporthouse Group Arena geworden. Ook. Echt? Nee. Ik geloofde het, dat is het belangrijkste. Als een stoemer kop als je het vertelt. En vooral ook de stilte en de... Echt? Ja, hij zou het durven toch? Ja, voilà. Arena of zoiets. Dat is iets geestig. Ik wil een hoofdstukje rode kaarten aansnijden. Misschien beginnen met Warlesson, die man van de match was, op Jan Breidel. Moet hij rood krijgen met die fase bij Nusa? Nee. Want... Hij gaat met zijn knie echt hoog de lucht in en hij houdt een bal vast buiten zijn 16. Nee, ik vind het geen rood, maar ik vind ook wel niet dat het een fout van Nusa was. Nou, dat vind ik ook. Nee, ja, natuurlijk totaal niet. Het is eigenlijk daarom dat ik de vraag stel, want eigenlijk als er iemand in de fout gaat, lijkt het me wel de doelman. Het is nooit fout. Het was een hele overtreding van Warlesson. Nee, het is nooit fout, maar daar rolt ook geen penalty of ik weet het niet, hij komt toch echt vrij hoog en vrij gevaarlijk aanstormen op de rand van zijn 16. Maar op de rand van zijn 16. Maar het is toch 170 ook, hè. Ja, maar het is toch niet omdat je doelman bent dat je dat... Dat gebeurt. Er is, als een keeper dat niet doet, dan zeggen we... Je moet jezelf leren beschermen. Schelden. Maar dat is toch geen argument, Filip? Maar als een speler met zijn knie... Ja. Die mag even veel. Maar keepers mogen meer, hè? Tuurlijk. Spelers.
Ja, als keepers in maar de eigen 16 op de corner zeggen ze ook van, niet, maar de bal kom ik niet naar voren. Ja. Vonden wij dit penalty? Nee, maar het is, denk logisch na. Het is nooit een fout tegen club. Hè. Dat is, tegen Lusa. Daar ben ik het mee eens. Je kunt een bal dus, buiten. Ja, maar dan moet je hem niet afluiten en dan heeft hem de bal wel vast buiten zijn 16. Geel en fun vrij tap dan. Ja. Maar oh, geel. Hij heeft een bal vast buiten de 16. Ja, maar ook ja, okay, niet. Maar dat is geen maar rol, hij pakt hem ook in de 16. Hij belandt er ook buiten. Het is niet in een ultieme... Dat is geel, hè. Ja, toch? Ik vind dat toch op het randje. Ik weet het niet. Dat is rood zou ik geven als hij de redding inzet buiten de 16. Ja, dan, ja, voilà. Als hij buiten de 16 en beseft... die alleen doorgepakt hem uw hand. Ja, dat is rood. Ik vind de dat Genusa eraf schoffelt en gewoon gevaarlijk spel. Dus dubbel geel eigenlijk. Twee keer geel. Ik vind dat niet. Oké, maar goed. Jullie mening is duidelijk. Die van u ook. Ja. Ja, maar ik snap, allee, maar ik vind, nee. Ik denk, ja, hij zou het niet verdienen, hè, want het is een fantastische keeper. Ik denk dan altijd aan, aan Engeland, denk ik dan altijd nooit. Maar ja, oké, dan gaan ze nooit voor zoiets. Nee. Oké, ja, maar de verschil is nu wel vrij groot. Ja, 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 ik zit daar te veel. Het zal maar geldt dat nog altijd, die uitspraak in Engeland? Dat geldt echt wel. Want ik heb het gevoel dat dat zoiets is van in de jaren 90. Nee. Dat geldt echt. En niet van heviger spel, maar gewoon logischere VAR en logischere ref. Ja. En nadenken van... De VAR heeft dat eigenlijk weer... Ik denk, dat was misschien wel weg. En de VAR heeft dat verschil weer groot gemaakt. Oké. Okay. Heeft het kanaal weer diep gemaakt. Ja. Echt wel. Dat je in Engeland meer mag, bedoel je? Dat ja, dat ze minder snel tussenkomen. Ja. Dat ze niet zo op dat reden. Dat ze meer interpreteren. Echt wel. Maar ze laten het ook meer gaan. Ja. Ja. Die van Burgess, moeten we het daar nog over hebben? Graag. Ja? Toch even. Ja. Oh, ja. Eerste rechtstreeks rode kaart. Ik vind dat een massastatistiek. Dat kan niet. Hè. Dat is waanzinnig. Hè? In match 451 in die mens zijn prof bestaan. Dat je al zoveel dingen aansteekt en dat je dan hier rood voor krijgt, dat is wel echt... Ja. Volgens mij is maar ik vind het wel rood. Van mij is het ja? Okay. Ah, van mij is het wel rood. Wat? Maar ik vind ja, van mij. Nee. Meer en meer. Echt? Ja. Oh. Dat is gewoon puur iemand willen pijn doen. Pijn doen. Het is echt... Is dat niet? Allee, dan is het heel vriendelijk... Pijn doen, dit? Dat is frustratie, hè, Daan. Dat is ja, niet pijn maar het is toch als hij zijn gezicht recht aan een bal is, dan kan dat je naar Tolu in woede, in maar niet hard. Wow. Maar hij gooit toch met een indruk, denk ik, van ik ga hem op je schouder gooien omdat je mij aan het irriteren. En omdat hij ervoor stond en hij maakt ook nog een sprongetje, Tolu. Dat is toch... Wat is het verschil? En als hij geen sprongetje maakt en dan komt recht en zegt, snap wel rood? Nee. Tolu springt niet om die inworp te Tolu springt, maar hij ziet, hij gaat hem mij gooien. Ja. Om zich te beschermen. Wie wil dat de andere het meeste wel. Pijn doen? Wijndal of Burgess? Dit weekend. Burgess. Ja? Ja, Burgess. Maar Wijndal wil geen maar dat ga je niet over pijn. Nee, maar Wijndal die doet ook een beweging. Ja, dat is ook, ik vind dat ook rood. Sorry, die raakt Hazard, die maakt hem... Ja, en doet zeker... het dan niet, doet het niet. Ja, maar er zijn... Allez. Voilà, je moet gewoon de kans niet geven. Maar wacht, blijf eens even bij Burgess. Ja, Burgess. Je staat aan de cornervlag. Mm-hmm. En je wilt de bal tegen een zijn been trappen om in corner te trappen. Mm-hmm. En je trapt die los in zijn bakjes. Wat Machida deed op Antwerpen toch? En bewust. Stel dat je zo goed kunt mikken. En daar kreeg hij geen rood voor. Hè? Nee. Uitgesteld dat, wel, maar... Dat is toch ook geen rood? Dit is toch ook... Is het omdat meer in het spel is dat je geen rood geeft? Dat zei Frankie gisteren, dat vond ik wel interessant. De bal is buiten geweest. Ja. Het is een spelhervatting. Dat vind ik iets anders dan nog in het spel. Ik vind dat wel een detail is, dat geen detail is. Dat wel ergens meespeelt. Ja. Ergens meespeelt. Mm-hmm. Ik vind ook totaal niet geen rood, maar ik vind het gewoon dom. En geef daar geel voor, net hetzelfde als dat ik geel zou geven is ook... voor Wijndal. Ja, ik wou zeggen, wat niet meespeelt, is toch dat hij in het beste geval... Als hij geen kaart of geen overtreding fluit, zijn ze toch je eigen tijd aan het verspillen, want je staat achter. Je moet een goal gaan maken en dan laat je opnaaien, want dat is er op dat moment, en hij gooit hem daartegen. Wat is het beste resultaat dat je als Burgess zijnde daaruit kunt halen, is dat je een bal terug moet gaan halen voor opnieuw in te gooien. Absoluut. Terwijl dat geen terug staat. Is niet meer bezig met de match. Hè, dus. Kijk, het is de zoveelste keer. Daar zijn we het allemaal over eens. Hij denkt, en hij is de maat in dat is hij al lang kwijt. Hij is van zichzelf een typetje aan het maken. Meer en meer. En hij denkt dat hij enkel nog zichzelf en zijn ploeg kan oppompen door de ander te kleineren. En daar is hij is, die waardeschal is hij volledig kwijt. Slimme gasten. Tuurlijk. Super slimme gasten. Tuurlijk. En het zotten is, in Europa doet hij dat niet. Jawel, tegen Fenerbahce. Ja, maar veel minder. Ja, maar dat is de balken met die penalty. Je moet kijken naar onze gele kaarten in België. En de gele, en van de 30 gele kaarten in België zijn er 10 bij waar hij flirt met rood. Hè? Ja, dat klopt.
waar hij iedere keer flirt met rood. En waar hij iedere keer ook vijandige stadion... En ik denk niet dat Charles van Houten dat tof vindt. Dat iedere keer die sfeer wordt opgepookt tot het... En daarin is hij aan het overdrijven. Hij betaalt nu misschien, je kunt daarover discussiëren, maar het is wel een soort... Er zit toch agressie in. Een agressieve daad. Ik denk dat je gelijk hebt met het typetje. Hij wil die publiekslieveling zijn voor zijn eigen supporters misschien. Ja. En dat is niet nodig. Ook... Maar hij deed het ook. Fenerbahce thuis, die een bal opzij trappen bij de penalty, zorgt ervoor dat hij de return niet meespeelt. Ja. Dat is even stoem, hè. Ja, oké, dat was het al 0-3. Maar dan nog. Kan ik beter rust hebben, dat is gewoon, nog iets anders. Dat is onsportief gedrag en dat vind ik geel. Maar ik vind rood. Ik vind dit gewoon geen rood. En ik vind ook wel... Maar onsportief en agressief, dat is dubbel, hè. En ik vind dat ook agressief. Een bal. Sorry, maar dan vind ik Hazard... Hazard zijn tackle even onsportief, hoor. Die er net aan vooraf gaat, aan die rode kaart. Eerlijk, vind ik dat wel heel erg over wordt gedaan. Over Hazard zijn tackle. Ja, dat is toch een voze tackle, Filip? Een voos. Daar kun je niemand mee blesseren, hè, wat Hazard daar doet. Met Wijndal. Never, hè. Maar nee, dat is geen tackle naar de enkels. Ben je geen voetballer? Dan moet ik aan de voetballer hier vragen. Maar ik vond het toch een redelijke... Ja, hij verliest een bal, denk ik, en daar revancheert hem op, toch? Ja, hij komt erachter. Ja, maar het is inderdaad niet met dezelfde agressie. Het zijn niet de beste tackles doorgaans, hè? Een bal verliezen en hem te gaan proberen terughalen. Dat is waar. En daardoor reageert Wijndal ook. Ja, maar Wijndal zijn reactie is dom, maar het is ook maar een klein knipje. Ben ik mee akkoord? Theater dat erbij komt. Dat is waar, maar dat is goed. Dat lees ik dus ook aan neus aan neus staan. Maar dat lees ik dan ook van iedereen van Hazard, van ja, waarom valde zo? Maar dat is toch gewoon logisch dat hij in dat spel speelt? Ach, ja. Dat komt nu belachelijk over, maar die speelt toch wel voor zijn club. Ik denk dat hij oprecht wel even schrikt dat hij dat nog doet. En dan overdrijft hij van mij ook in zijn reactie. Hè. Dat vind ik ook absoluut, maar het is toch logisch dat hij... Ik denk wel dat hij oprecht even van... Die denkt, ja, we gaan hier neus aan neus staan. En die doet wel even... Die ene herhaling, zie je dat toch? Maar ik zie gewoon van hey, gast, ça va? En de ander zegt, ja, die knikt. Meer is dat toch niet? Knik op zijn neus, broedneus. Dat is wel op zijn gezicht, toch? Ja, maar het is ook weer... Van, ja, maar is het ook niet zeker, omdat in de voorbije week zijn alle kapiteins en trainers moeten langskomen om het te hebben over hoe dat dus de arbitrage net in de playoffs gaat aanpakken. Ja, dan weet je... Dat zonder dat je dat doel bewust doet, weet je toch wel van... Opletten. Ik vond dat van met alles wat er gebeurt, gaat er misschien nog net iets sneller rood gegeven worden. Sorry, dus, en Blessing en Van Bommel kloegen die kaart eigenlijk niet aan. Hè? Nee, maar dat zijn ook wel twee van de grootste klasbakken. Ik kan nu duizend trainers opnoemen die dat niet wel zouden doen. Oké, maar dat vind ik wel knap. Ja, en als het echt bij de haren gegrepen was, dan zouden ze het wel gedaan hebben. Die van Burgess niet, maar die van Wijndal is wel iets meer wedstrijdbepalend. Zeker. Dat was super wedstrijdbepalend. Door het moment, door het feit dat Antwerp met 11-11 totaal geen probleem had met Anderlecht. Ja, Die was enorm wedstrijdbepalend. Reden te meer om het niet te doen. Hmm. Maar ik wil nog eens één keer terugkomen op Hazard. Je zegt van, dat is toch logisch dat hij zich zo laat vallen? Ja, logisch, omdat je er inderdaad voordeel uit kunt halen. En dat is nu gebleken. Maar het is toch puur naar het gevoel van, als supporter zie je toch veel liever een Tolu die gewoon blijft staan. En die eigenlijk gewoon... Dat vond ik echt knap van Tolu. Absoluut. Dat die niet absoluut naar de grond. Denk ik tegen Mechelen. En ik heb teruggekeken, omdat ik dacht, ja, mijn geest, dat van Frankie Verkouteren en Willem Kieft. Hè, Verkouteren was toen de matennaaier. Ja, Kieft slaat gewoon in Verkouteren zijn gezicht, hè, dat hij neergaat. Verkouteren heeft het wat geprovoceerd door even over de bal te gaan bij die... Daardoor zitten we in Mexico, hè. Mm. Ah, wel, en hierdoor speelt misschien Anderlecht kampioen. Ja. Dus ja, maar ik vond niet... Verkouter was minder matenaaier dan Hazard, hè. In dit specifieke geval. Nu over die twee fases. Die Kieft slaat echt, hè. Dat was echt wel... Echt, ik schrok daarvan, omdat de term matenaaier door de framing in Nederland daar zo fel op zit, dat ik echt dacht, maar ja jongens, sorry, die mept gewoon, ja. 1985 spreek ik. 1985. Ja, dat is lang geleden. Overval Aalst, die periode. Ah, de Bende van Zwarte, Ijvel. Zwarte periode, Bende van Ijvel. En George Groen die ons naar... George Groen heeft ervoor gezorgd dat die staatsgreep van Gladio niet gelukt is. Niemand kan nog volgen, Filip. Ja, ik denk het wel. Die zijn me volledig kwijt. Radio waren de achtergebleven netwerken die ervoor moesten zorgen dat er geen communistische
regeringen kwamen in Europa. Oké, we zijn een beetje afgedwaald. Ja. Pidoué, Lucho Jelly. Dus was, geel. Ja, dat is zeer interessant. Dat is ook, je bent aan het flirten met geel, oké, Filip. Ja. We zijn het afdwaal en blijven doorgaan. Ja, dat waren onze lode jaren. Hè. Ja, maar ik was toen 5 en de rest hier aanwezig, behalve jezelf. Ik was 12 een pak jonger. Dus, en ik weet dat wij gingen niet meer naar de Deleuze op vrijdag. Nee. Want dat was... Ja, maar die psychose leefde in het land, dat was echt... Ja. 1985. En Frankie Verkouteren en Georges Groen hebben daarvoor gezorgd. En 1985, heel goede reeks voor mensen die daar tekst en beeld bij willen. Schijn, ja, dat is echt goed. Willem Wallijn, hè? Ja, en Wouter Bovijn, hè? Ja, ja. Willem Wallijn heeft... Dat is even een tussending, maar dat is ook wel echt goed. Hebben jullie film 1 gezien? Film 1? Ja, maar lang geleden. Dat is echt een fantastisch goede film. En een van de scènes daarin, de zijn vader, Luc Wallijn, denk ik, die mee in de Augusta-schandaal en met dat geld verbranden en zo, want die was, ik denk, penningmeester van de Sosse. De SP toen, ja. De Sosse. Dus in heel dat gedoe zat hij erbij. En die moet naar het Poulardplein, naar het Justitiepaleis in Brussel, en daar staan alle cameraploegen staan te wachten voor in de journaals. Hè, dus VRT, VTM, iedereen staat klaar. De Waalse ook. En die stapt uit een auto en die wordt gevolgd door een cameraploeg. En al die journalisten... Nu zou dat misschien bijna normaal zijn, maar toen was dat... En dat was voor de film, was zijn zoon. Die scène zit in de film. En dat is gebruikt? Ja. Oké. Okay. Dus ook niet. Dus en dat was totale paniek, mijn verbijstering bij de officiële journalisten. Die komt met een camera, echt zo. En dat, maar die Willem had gezegd, zeg pa, ik kan u... Ja, maar dat is ook al mega lang geleden. Ja, dat is lang geleden, ja. Dat is een supergoeie film. Is er ook 1, film 2? Ja. Nee. Nee. Dat is niet gemaakt. Goeie mop, de kans. Ja. nog één dingetje, we zijn Buté kwijt. Of Antwerpen is Buté kwijt, wat ik echt jammer vind. Mm. Voor de maar wel goed voor Lammens. Ik kon hetzelfde zeggen. Ja, ik kon hetzelfde zeggen. En heeft nu nog 9 matchen. Zonder druk gewoon. Ja. Oh, een beetje druk wel. Bekerfinale of gaat hem dat ook zeker niet halen? Maar bekerfinale zou Lammens sowieso gespeeld hebben. Hè? Ah ja? Ja? Ja, die speelde elke bekermatch. Ja, okay. Ja maar finale? In de finale? Nee, die zou zeker ja, ik ben mee akkoord. Dat denk maar ik weet niet hoe dat daar is afgesproken. Ik denk dat Van Bommel niemand is die dan tegen een jongen gaat zeggen van ja, nu waarschijnlijk niet. Nee, dat zou ik ook niet mooi vinden. Maar ik denk nu wel dat hem 9 matchen gaat keepen plus de bekerfinale. Ja. Dus mooie kansen. Hmm. Er was voorbije week communicatie van de nieuwe scheidsrechter, baas Peter Willems heet, denk ik, over tactiektraining onder andere voor refs, vaste teams bij de VAR. Met tactiektraining, daar moet ik eens mee lachen. Oké, wacht nog even met dat te lachen voordat ik de introductie van dit onderwerp afwerk. Tactiektraining. Want ik ging eigenlijk net vragen, het is misschien geen super fijne vraag, maar hebben we er al iets van gemerkt dat er aan gewerkt wordt bij VAR en bij arbitrage? Dat gaat sowieso maar... Allee, ik denk niet dat wij dat gaan merken. Dat gaat iets zijn wat gewoon over langere periode. Nee, maar wat houdt die tactiektraining? Het zijn ook geen vaste... Wie speelt er hoog, wie niet? En hoe neem je dat mee in arbitrage? Ik heb het goed begrepen. Het kan zijn van niet, hoor. Maar het bedoelde vaste teams bij de VAR, Filip, dat gedoe nu heel schamper. Ja, maar daar heb je al vaak voor geijverd, hè? Ja, nee, we hebben geijverd voor vaste VAR bij vaste ref. En dat is er niet. Het zijn gewoon vaste teams in dat kotje. Als al een begin, hè? Ja, dat is een begin. Nee? Ja, kan toch alleen maar opleveren, denk ik? Dat is de druppel op de hete plaat. Wat het andere zou kunnen zijn. Okay. Het zal al helpen, maar het andere zou nog veel, 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 veel beter zijn. Ja, maar oké, dat is misschien personeelsgewijs niet zo simpel. All-out blunders hebben we natuurlijk niet gehad in dit eerste weekend van de play-offs. Dat kunnen we ook al blijven. Jawel. Ik vond een onwaarschijnlijke... Die Hensbal van Sterkle. Dat is echt een onwaarschijnlijke schande. Ja. Ook vooral omdat hem afwijkt. Natuurlijk, ja, die wijkt af. En die komt dan nog eens... Als die zijn hand weg is, komt hij tegen zijn hoofd. En dan daar gingen we gingen kijken of er binnen of er buiten was. Kom, joh. Hey, ik word daar misselijk van dat soort dingen. Maar het is ook geen gezichtsbescherming, hè, wat hem doet. Nee, maar de facto wel. Wie wel? Toevallig wel. Maar hij doet een perfect normale beweging. Die jongen komt afgelopen. Die komt aangelopen en die heeft de perfecte en die bal wijkt af op 1,5 meter van hem. Die wijkt af en dan, ja. Hey, kom, never penalty. En nu dat deze hensbal, nu komt er nog een andere die pas van, ik denk, naar Burgess dat hij die met zijn hand stopt. Die hebben jullie gisteren een extra time op laten zien. Want dat vond ik ook wel op het randje. Natuurlijk. Ja, die moet van mij ook gefloten worden. Dat is ook Burgess. Dat was bij die uittrap. Ja. Dus Maurice, Maurice, ja.
Dus hij trapt uit en geeft eigenlijk een pas naar Burgess, maar die blijft wel in de ja, kleine baklijn, ja, zeg maar. En Burgess denkt van, ja, die komen hier druk zitten, ik ga die bal stilleggen, zodat ik kan aftrappen. Maar je ziet aan Maurice zijn reactie, die zakt direct uit, dus die is eigenlijk bezig aan het spel. Ja. Dus eigenlijk is dat spel begonnen. En ook Maurice trapt die bal, hè. Als hij die rolt, dan is er niks aan de hand. Het gebeurt op middenveld ook wel nog, hè. Af en toe. Minder en minder. Maar, maar vroeger zag je dat veel zo nog. Oh, ik leg mijn hand erop, weet je? En nu gaan we pas op trainen gebeurt dat je als je rondo speelt. Ja, ja, ja. En de eerste bal is vrij. Ja. En als ze dan direct druk komen, zetten, dan jongens, we op training gebeurt. Maar dit vond ik echt... Maar dit is ook weer... Dat is ook weer opvallen. Ja, maar dat maakt niet uit omdat hij dat is. Dat is gewoon penalty. Nee, maar hij doet dat omdat hij... Die zit met een soort drang tot protagonisme. Ja, noem hem dan maar, hè. Burgess? Ja. Ja, ja. Mm. Oh, ja. Ah ja, oké. Okay, nee, ik dacht... Oh, ik was even... Nee, dat heeft hij. Dat is een soort... Maar vind je dat penalty? Het spel is bezig. Volgens de regels is dat penalty. Dus je zorgt weer dat een scheidsrechter kan... Ja. Dus ja. Maar geen enkele ref doet dat, hè. Dat weet hij ook, hè. Dus daar heeft hij goed gegokt. Ja. Zijn er goed als ref als je het penalty geeft? Ik zou hem ook niet geven. Nee, maar ik zou hem wel geel geven. Ja, dan had hem twee keer geel daar en geel bij de dingooi en toch erop springen. Nee, dat kan toch niet, denk ik. Nee, je kunt dat niet, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Maar hoewel, dat is tegen de regels, maar het is ook geen geel. Dus je geeft je geel, maar je laat wel terug een doeltrap geven. Ja, dat kan toch niet. Dan zijn we 100 matchen geschorst, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Je kunt dat niet als ref, maar je zou het moeten kunnen om te zeggen... Gast, dat is gelijk tijdrekken of zo. Gast, je zet die doe eens normaal. Zoals de tweede gele kaart als die man niet begon. Zijn mijn kloot aan spelen, ja. Geel en voilà. Kom, mak dat je voetbalt. Ja. Ja. Maar ja, dat gaat niet, want... Nee, ik snap wat je bedoelt. Als van u af ging, dan had Visser nog altijd niet Wisselo Genk afgefloten van 2 weken geleden. Hè? Visser. Dat zijn van die idealen hier. Zeer blij, want Visser had hier ergens gereageerd bij iemand van... Visser werd door de bondsprocureur op zijn plichten gewezen. Fout tegen de spelregels, daarvoor staat het er. Dus Visser... Oeh. Bondsprocureur heeft in dat verslag ook gezegd flagrante fout tegen de spelregels. Daarvoor zet je scheidsrechter om de spelregels te laten. Dus Visser moet heel hard nadenken over die 5 minuten en over zijn gedrag. Op zijn minst is dat wel een goede wake-up call dan. Voilà. Toch? Ja. Vanwege die... Visser was ook de man die in de VAR zat... Bij Anderlecht. Anderlecht Antwerpen. Ja, maar misschien had er iemand gescand en de VAR geholpen met een verkeerde beslissing. Ja. Dat weten we misschien, niet. Philippe, misschien daar zit misschien we niet bij. Heeft hij zo'n helm op met een encefalogram en worden al die scans... Dat kan, hè. En dan... Ja. Dus ze kunnen veel of tegenwoordig. Of een helm, een bierhelm, dat je zo... Twee links en rechts en dan... Goh, jongen. Kan ook, hè. Ik blijf denken, dat is doodzonde, hè. Ja, dat is doodzonde, ja. En tegelijk als voetballiefhebber wil je dat niet, want wordt daardoor inderdaad al een match in een plooi, maar doe het dan zelf niet. Je mocht de kans niet aan de scheid. Echt? Ja. Hoe. Maar Mechelen en Denke stonden ook zo, hè. Ja. Tegen elkaar, hè. Er zat geen millimeter tussen. Nee, maar geen knikje wel, hè. Dat voelt dan ook belachelijk aan. Die zaten met die fase in hun hoofd, tegen mekaars hoofd. Ja. En die waren aan het wachten, wie gaat er hier een kniksje geven? Dat ziet er toch ook dom uit. Dat is de situatie. Denk er daaraan als je als shotter op dat moment... Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat denk ik wel. Ik denk dat je niet aan het denken bent. En dan je legt twee debielen met je voorhoofd tegen elkaar. Dat maakt het nog debieler, dat gewoon denken bent nog eens. Dat is toch... Kunnen die denken? Wij opperen nu allemaal voor geen kniksje geven, maar voor of tegen voor of staan. Maar sorry, hoe belachelijk is dat eigenlijk? Heb je ooit al buiten een voetbalveld? En ik weet, je mocht geweld nooit... Jules Wijder, juist hier op de gang, moet niet doen alsof dat niet gebeurd is. Je mag het nooit goed praten uiteindelijk, maar dat ziet er toch kei belachelijk uit, voor of tegen voor. Want wat zeg je dan tegen elkaar? Dat is echt mannetjes. Doet jij mij eerst? Dat is toch keibel. Dat is rammengedrag, hè. Dat is... Ja. Heb jij dat ooit voor gedaan? Type speler ben ik niet. Nee, maar ik kan mij wel inbeelden dat als alles tegen zit... Volgende week heb je niet. Eigenlijk niet. Nee. Wie van RVDM gaan we een keer pakken? Come on. En op café? Ook niet. Oh, daar. Stel je voor. Nee. Echt niet. Nee, ik snap dat niet. Een kopper geven, dat is toch iets... Ja, dat is... Totale onmacht. Ja. Is er bij... In heel die dynamiek van dat Wijndal-geval, hè? Maar verbeter mij, want... Is het volgens mij... Heb jij gezegd verbeter mij? Ja, constant verbeter mij, maar wel met argumenten. Voilà. Maar allez, jongens, continu. Ik ben hier al meer verbeterd. En terecht.
Hazard maakt de overtreding. Wijndal valt, springt recht zo van, maar staat er nog ver van. Mm-hmm. Hazard komt naar Wijndal. Mm-hmm. Volgens mij is het niet Wijndal die tot aan Hazard loopt. Het is Wijndal die als een haantje opspringt. Hazard is de teruggaan. Doet ook iets. De beweging. Dat vind ik wel op zich belangrijk. Het is niet zo dat Wijndal de afstand naar Hazard aflegt. Het is wel zo dat Wijndal het instigeert door boos op te springen van wat een fout. En dan is het Hazard die extra meter wel naar hem loopt. En die het is eerder Hazard. En dan weet ik niet wie echt kop aan kop gaat staan. Dat doen ze misschien allebei. Dat kan ook wel weer Wijndal zijn. En dan de... Okay, maar eigenlijk heb je al 5 momenten opgenoemd waar dat iemand moet zou kunnen zeggen, oh, back off. Want dat ja, gaat hier, daar komt de vierde ref. Ja, voelt dat en die probeert daar tussen te komen. Die reageert, want die kreeg ook nog de wind van voren. En denk ik, ja, nee, die mens die doet zijn best. Hè, die komt tussen. Het lijkt alleen op beeld alsof hij Hazard neermept. Even. Ik ben nu aan het kijken naar de beelden en het is effectief. Dat staan wanneer Hazard recht staat, dus volledig zijn controle terug heeft, staan ze op een meter van elkaar en hij doet een stap naar daar. Hazard, hè? Ja, ja. Het is wel Wijndal die dan niks effectief doet. Maar als je in de geest van Hazard heeft meer toenadering naar het woord van Wijndal gedaan, dan een stapje dat te maken. Dat is het enige dat niet in rekenschap is. En daarom had hij ook zeker dat Hazard geen geel geeft op die fase, met en de fout en dat klopt gewoon niet. Okay. Als ik zou scannen, kan ik wel volgen, om de ref te helpen, en ik zie de beelden van de VAR, zou ik allebei geel. Allebei geel, hè. Ja. Jij, Wijndal, Domrik... Het is wel zo, en dat is echt wel, en dan gaat niemand daar lang over praten. Dus dat pleit voor allebei geel. Dat is maar niet dan gaat het misschien wel vaker terugzien. Dat is niet dat Anderlecht, dat kan ook. Dat kan. Maar het is niet dat Anderlecht dan gaat zeggen, we zijn daar geflikt. Dat straks wat jullie toch nog aan het verkondigen, is sowieso rood voor Wijndal. Ik begrijp dat. Voor mij niet. Maar twee keer, twee keer geel vind ik inderdaad juister. Voor mij moet hem altijd geven. Het is gewoon heel dom, je moet hem altijd geven. Maar je moet er een gele kaart voor Hazard bij doen, bedoelen jullie nu? Absoluut. Ja, twee keer geel vind ik eigenlijk ook wel juister. Ook in het spelbeeld, het was geen vieze match of zo, hè. Dat kan. Ik vind dat kan, maar het klopt wel dat je... En als hier dan daarnet gedacht werd tussen Mechelen en Denki, die zijn erover aan nadenken. Ja. Dan had misschien Mechelen wel een kop eruit gedeeld. Ik weet het, ja. Of Denki. En dan zijn we vertrokken. Nee, ja, misschien wel. Denkie, maar nu is het afgestraft en nu hebben die nagedacht, we mogen geen kopper geven. Ja, maar volgende week is iedereen dat terug vergeten. Hè? Dat denk ik niet. Nee, dit is wel iets dat... Deze play-offs gaat dat denk ik niet meer gebeuren. Heijmans, Gueye, ik zie het al zo gebeuren. Gueye, Heijmans dan. Stel je voor, hoe goed zou dat zijn dat je een kop aan kop staat? Nu ga ik hier daar ook over nadenken. Ja. Dus als je een t-shirtje met Club Met of zo onder je shirt draagt. Nee. Nee, als eerbetoon aan die supporter, weet je dat nog? Ja, met de Sleffers, hè. En met de Sleffers en die, dat is Club Met die zie. Havaianas. Hoe is Bachelorois? Want we hebben elkaar al even niet gezien of gehoord. Ja, vorige week geraakte ik hier niet, hè? Of 2 weken geleden. Want toen hadden we die wedstrijd op Gent en dan supporters ons een beetje opgewacht aan het staren. Dus zijn we met de bus ergens anders naartoe gegaan en heb ik mijn auto daar laten staan en is iemand mij komen ophalen. Dus ik had oprecht geen auto. En achteraf gezien is het ook wel over een bepaald onderwerp geweest waar ik misschien beter van had weggebleven als we nu terugkijken. Maar het is een nieuwe wind, dus het is heel positief. Ja, dat is ook waar. Maar het is positief. We kijken nu wel echt uit naar die eerste match. We hebben nu een weekend langer uit. We zijn 2 dagen naar Derby geweest, zo wat teambuilding-achtig. Mm. We hebben een match gespeeld tegen de belofte van Charleroi, die een eerste amateur spelen. Dus als het best samen allemaal goed draait, dan komen die elkaar tegen. Gewonnen? 3-1 gewonnen, 2 keer gescoord. Ik ga dat ook even vertellen. Oh, ik wist het niet dus. Het is geen 1-2'tje. Nee, absoluut niet. 3-1 gewonnen. Kopstoot gegeven. Geen kopstoot gegeven. En het is een nieuwe wind. Ik denk dat we er nood aan hadden. Ik denk dat wij vorig jaar onder Mazou een heel goed jaar hebben gehad. Mm-hmm. Maar het eerste jaar was het misschien op een of andere manier op zijn einde gelopen. Als ik nog even terug mag naar dat tijdperk Mazou, de match op Gent, die eigenlijk heel goed gaat tot 1-0, denk ik, van Gent. Ja, de eerste 30 minuten waren we heel goed. Echt goed. En dan die ineenstorting. Roef pakte een paar goede ballen. En dan, dat is eigenlijk het ding wat dan nu Rick de Mil ook bij ons zegt. Ja. Vanaf het moment dat wij een goal tegenkrijgen, alle koppen naar beneden. Dus op training is dat net hetzelfde. Dat is vanaf het moment dat de eerste ploeg die scoort, die wint bij ons. Op zo'n kleine matchjes. Hè. Hoe komt dat? Ik weet niet hoe dat komt. Dus de belofte, die hebben niet eerst gescoord. Nee. Was Gandelman, mag ik dat uw evenbeeld noemen een beetje? De man die er 4 maakt toen. Ik overdrijf nu, maar ik vind jullie wel hetzelfde type voetballers. Ja? Die zo op kousenvoeten ergens kunnen komen
En dan, goed afwerken, oké, jij iets te veel lat en paal voor de bal. Het weekend weer op school, weekend, ja, nee, maar snap je, ik zie daar zo wel wat in, zo valstraag. Nee, ik snap wat ik naar ze wil. Ze willen bloemen met een pot aan, hè. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is realistisch. Allee. We kunnen geen probleem hebben. Nee, en ook, maar ik bedoel verbeter ook overzicht. Verbeter hem, hè. Nee, heeft gelijk. Twee spelers die rechtop lopen. Allee, ik zie daar wel een soort rechtop lopen. Is de perceptie misschien niet ook gewoon fout, omdat Gandelman al veel wedstrijden nog iets meer op middenveld heeft moeten staan tegenover... Ja, maar Daan zou ook middenvelder kunnen. Ja. Ik heb eigenlijk maar... Ja, maar hij heeft lager gespeeld dan... Hey, in de opstelling van zijn ploeg heeft hij vaker lager gespeeld dan jij bij Charleroi dan. Ja, maar de laatste weken speelt hij... Ja, speelt hij nu speelt hij scoort veel. Hij scoort door veel. Ja, oké. Dit was nu pas de eerste match na zijn 4 goal tegen ons. Ja, hij scoort weer. Ja, absoluut. En een hele mooie goal. Een heel mooi 1-2'tje met de Sudali. Maar inderdaad, dus wat je zegt, we waren echt goed. En dan vanaf het moment dat wij een goal tegenkregen, ging dan naar beneden. En ja, dan hebben wij een paar moeilijke dagen gehad, maar nu is het wel... Hoe verloopt dat op de club? Op zo'n moment dat je die play-downs... Iedereen voelde wel een beetje aan dat er iets ging gebeuren, want we hebben toen nog een fandag-achtig gehad. Dat was op zo... Eigenlijk was dat een beetje belachelijk. Dat was niet goed geregeld. Je hebt een filmpje naar mij gestuurd. Ja, dat was eigenlijk op een... Ook niet de momenten. Nee, ja. Nee. Dat was eigenlijk op een middelbare school of op een hogeschool, een doop. En ja, dus iedereen was daar super zat en iedereen had daar heel veel gedronken. Die waren daar constant met bier aan het rondlopen. En dat was in het midden, moesten mensen dansen en gedoopt worden. Dus dat was eigenlijk zo'n cirkel. En iedereen was naar daar aan het kijken. En wij zaten achter die cirkel, ja, allemaal op een rijtje, gelijk debielen eigenlijk, te wachten tot er iemand voorbij kwam. Die hadden eigenlijk 0,0 interesse in ons, want ja, die zijn daar gewoon om te feesten. En iedereen dat daar dan komt, is dan aan het drinken. En dat zijn daar supporters van Charleroi bij. Dus dat is niet de moment om dan die mensen te zien. Nee, ja. En daar was onze coach, Mazou, was er dan al niet bij. Dus toen werd er al gezegd van ja, hij is aan het spreken met Mehdi. Mm-hmm. Dat hij had. En ja, dan is een dag later dat nieuws uitgekomen. En niet veel later heeft dan de mail getekend. En hoe verloopt afscheid met... Ja, toch iemand die belangrijk is geweest voor die club, maar zo. Die daar ook goed lag. Ondanks die is nog wel gekomen. Zo. Dus als de ontslag is gebeurd en de volgende dag is ze nog op de club geweest. En bij iedereen afscheid genomen. En, ja, vind ik wel. Ja, maar dat is echt qua persoon is dat echt wel een klasse. Mens. Iedereen had daar ook wel een goede baan mee. Ja. Dus ja, dat is heel emotioneel, want hij is gewoon een heel emotionele mens. Mm-hmm. Oké, je kunt daar aan die 1-op-1 een gesprek mee voeren. Ik heb die aan die nog wel een bericht gestuurd. En die heeft van iedereen gewoon correct afscheid genomen. En ja, hij is opgegroeid in Charleroi, hij is van Charleroi, dus zijn laatste woorden waren ook echt van zorg alsjeblieft dat die ploeg in eerste klasse blijft, want anders is dat voor mij iets als... Ja, dan heb ik dat ook op mij geweten. Ja. Dus oprecht, je wilt echt dat Charleroi erin blijft. Dat is wel mooi. Want je hebt ook veel trainers die hebben een ego en die zeggen van... Nu hoop ik dat gezegd. Voilà, of je verliest. Dat is ook wel menselijk. Die denkwijze. Ja. Ik vind dat heel chic. Dat je hoopt dat hij aan u heeft gelegen. Echt chapeau. Mm. Ja, die laatste woorden waren echt van doe dat alsjeblieft nog voor mij. En gemeend, hè? Want dat voelt je. Ja, voilà. Bijna met tranen in zijn ogen. Ja, het is echt... Is dat op een of andere gekke manier dan een extra motivatie voor jullie? Ik denk dat wel. Ja. Ik denk dat veel spelers daar iets aan te danken alleen, hebben. Alleen, Rick de Mil kan natuurlijk ook niet zeggen, jongens, allemaal voor Felice. Nee, dat gaat ook niet. Hè. Dat is afgesloten, maar... Nee, maar bij ons in de spelers die 3% hoofd, in jullie dat zal wel ergens blijven hangen. Die hoofden gaan wel vol zitten. Geen kopstoot, 3% En ja, die school... Amai, dat was echt droog. Maar wie verzint dat ook op dat... Maar voor hetzelfde geld blijven wij erin en dan... Ja, dat is dan nog iets. Als wij erin bleven, hadden wij een week vrij. Ja. En dan moesten ze dat cancelen. Want ja, dan hadden wij een week vrij gekregen. Ja. Want dan bleven we zogezegd in play-off 2. Was dat niet meer een straf of zo, dat toch doorgegaan is? Dus dat is enkel georganiseerd met... Als je in de play-down zit... Dan dat is de realiteit gewoon, maar dat was niet zo bedoeld waarschijnlijk. Ja. Of niet bewust. Ja, ik zou dat niet de laatste 100 dagen geweest zijn in plaats of van een zoiets. Doop? Chrysostomus. Ja, Chrysostomus. Kan alleen, want een doop is vrij laat. Ik kan me nu aannemen dat de studiejaren vrij kort zijn in Charleroi. Ja, maar... je zult gelijk. Die mogen pintjes en zuipen. Want wij in de jaren 90 mochten dat bij Chrysostomus, maar ik zou denken dat nu misschien iets veranderd. Nee, daar liep iedereen zo zat als iets rond. Echt? Ja, echt waar. En dan aan ons vragen, moet jij dat hebben en dit en dat. Dat is precies de grote markt van Oudenaarden naar de Ronde, eigenlijk. Zoiets. Daar leek het op. Ja, ja, ja. En Rick de Mil, want die komt daar dan binnen. Ja, dat is toch ook van alles mee gebeurd met die mensen dit seizoen al. Hoe loopt dat dan, dat contact? Ja, die heeft ook geen makkelijke dagen gehad, denk ik. Nee. De eerste dagen na dat allemaal gebeurd is in Westerlo. Ja, ik las dat dan ook op een gegeven moment in de krant, van het gaat Rick de Mil worden. En ik had dan zoiets en wie van... Was, of wie was de ander? Ja, ik weet dat Jonas de Roek ook besproken heeft. En dan, ja, ik denk dat Jonas Roek het zijn pech is geweest dat de Mil ontslagen is.
Snap dat ik bedoel? Dat ze dan toch naar de middel hebben gegrepen. En dan had ik zoiets van, ja, zouden dat dan wel doen zo snel? Maar langs de andere kant is het misschien beter om zo snel terug te beginnen, puntjes op de i te zetten en dat te proberen te laten vergeten. Ja, je kunt twee ploegen redden. Ja, maar ja. In het eerste seizoen. Ah ja, absoluut. En het is goed. Het is, alles is heel duidelijk. Hij weet waar dat hem naartoe wilt. Dus ja, het is een andere weg ingeslagen. Gaan wij echt een ander soort Charleroi zien dan tegen RWDM? Of? Enfin, ja, je moet nog niet de tactiek... Ik denk wel dat er iets anders zal zijn. Ja, denk okay. Ik denk dat wel. Pas op, hè, we gaan ook een ander RWDM zien. Ja, maar dat is logisch, want je hebt ook dat shock-effect. Alle vier, Yannick Ferreira... eindelijk hebben ze een nieuwe coach. Maar Ferreira heeft minder potentieel om mee te spelen dan de Mil nu heeft. Ik heb die in Bever. Ik vind alleen. Het zijn twee goede trainers. Maar die hebben niet veel laten meedoen. Dus. heeft de Mil nog iets gezegd over Westerlo Genk in de kleedkamer dan? Of? Ik heb daar ene keer één op één een gesprek over gehad. Want hij was heel goed met Madsen ook in Westerlo. Mm. En ik ben dan ook heel. En dan hebben we het daar wel even over gehad. En vandaag moest hem, denk ik, naar Brussel of naar Tübeek om erover te praten met. Mm. Wat is dat voorkomen dan? 18, denk ik. Mm-hmm. En daarom is hem na de lunch sneller doorgaan. Dus ik denk dat nu een van de dagen wel afgerond zal geraken. Denk ik. Mm. Maar het is niet dat hij tegenover de groep dan daarover praat. Nee, hij is daar wel open over dat hij daarover moet gaan praten. Maar wat daar gebeurd is, niet. Nee. Ja. Maar dat wil je volgens mij ook zo snel mogelijk. Het zou nog allemaal zotter geweest zijn als Charleroi gered was geweest, mocht Westerlo gewonnen. Snap je? Maar dat was ook... Mm. Ja, dat was dus het zotte dat Westerlo niks niet meer had. Dus. Ja. Playdowns beginnen een week na de andere playoffs. Is dat iets goed of net niet? Ja, we spelen maar 6 wedstrijden. Dus eigenlijk is dat logisch dat je toch op een bepaalde manier samen wilt laten eindigen. Ja, want maar dat je nu een week extra stress hebt eigenlijk. Hè? Want daar ga je voor de horeca van de Wigo. Dat zal toch niet van de spelers gekomen zijn dan. Nee, maar die zaten studenten waren meegereisd. Ja. Dus, Nee, maar we spelen maar 6 wedstrijden. En dan een derde speelt dan nog 2 wedstrijden. En die willen ze laten eindigen ongeveer met de laatste match. Maar zijn die 2 weken rust heilzaam? Of vind je dat te lang? Ja, bij ons is dat wel goed geweest. Hè, want wij hebben een nieuwe trainer en dat moest even leren kennen. En zo. Dus bij ons is dat niet slecht geweest. Denk ik. Maar bijna allemaal. Hè. Ik denk op Kortrijk na heeft iedereen een trainerswissel. Kortrijk waren ook de enige waarvan die coach zei dat we niet gewoon doorspelen. Hè. Dat is maar Eupen heeft er ook al 2 gedaan. Ja. Dus eigenlijk langs de andere kant, alle ploegen die van onder staan, hebben al een trainers. Ja, wie gaat daar over? Wie neemt dus een trainersduo. Het is een duo dat heeft overgenomen bij Eupen. Ik heb het hier opgeschreven. Als ik het tenminste terugvind. Het trainersduo Vijveren en Andersen. En één was al eens assistent, als ik me niet vergis. En onder Makelele zijn periode. Ah, ja. En de andere was de huidige fysiocoach. Makelele was ik al vergeten. Ja, dat is echt maf, hè. Ja. Dat is ongelooflijk, hè. Dat lijkt toch een beetje als we geven het op. Nee? Ik denk het ook. Ja, ik denk ook dat het... Naar de kern, zelfs Kortrijk zit eigenlijk ook in een betere flow. Ik denk toch niet dat hij het opgeeft. Het is ook wel waar. Van een paar jaar geleden. Zou Qatar het ook niet min of meer aan het opgeven zijn? Aspire en al die dingen. Als je kijkt wie dat er binnenkwam en wie dat er niet is vervangen geweest binnen Stef Peters en zo. Ja. Buiten hoe zit daar toch in de kern niemand wat je dan zegt? Pak hem in één aan. Hoe is wel goed. Hij scoort wel niet zoveel. Hè? Dat is wel het probleem. Ja, dat is het probleem. Dat is het enige goeie. En hij maakt ook al niet veel. Dus. Euro Playoffs of Playoff 2, zoals gewone mensen dat zeggen. Wat valt daarover te zeggen? Dat Standaard het nu al heeft opgegeven. En dat Gent al los gaat winnen, denk ik. Ja, ik vroeg me af, ga KV Mechelen meedoen tot op het einde om hen moeilijk te maken? Qua dom rood, Slimani. Ja. Zeg. Als je het al wordt uitgelegd. Ja, sorry. Als Storm zijn reactie. Dat heb ik niet gezien. Oh ja, die komt er eigenlijk op. Hè? Ja. Want ja, Slimani wordt gewisseld voor Storm. Ja. En op de moment dat ze de rode kaart hebben voor Slimani, als die de Storm zijn gezicht. En ja, die geeft zo'n handgebaar of zo van, allee, wat stikt hij nu toch uit? Dat vind ik echt lachen met een ref. Als die een mens tegen u zegt, gaat er langs daar af. Ja, dan gaat... Het is niet de eerste, die regel is, hij kent die regel. Ja. Hij is nogal vervangen in zijn leven. Hè? Hij is spits. Spitsen worden altijd vervangen. Dus niet Slimani. Nee. Mooi. Sterk. Domani. Domani. Domani, Domani. Ciancora Domani, film. Ah. Film. Het zijn geen boeken meer, het zijn filmen gewoon. Nee, Ciancora Domani is een film die nu even Italiaanse feministische film. Een vriend van mij ging nu kijken. Ik kan niet wachten. Nee, maar enorm succes in Italië. Oké, ja. Bizar genoeg. Hij is nu Paola Cortellesi, denk ik, regisseuse. En nu bij ons ook in de zalen. Ciancora Domani. Er is altijd morgen. De zalen, dat zal waarschijnlijk één zaal zijn in de cartoons. De cartoons en de Mechelen Filmhuis en zo, maar wel...
schijnt goed te zijn, maar... Ik heb het nog niet gezien? Nee. Ah, oké. Mijn prof Italiaans is gaan kijken. Een beetje tegen zijn zin, maar hij heeft zijn abonnement en hij ging kijken. Omdat hij denkt, oh, hij is niet overdreven. En maar ik ben benieuwd, want hij is altijd zeer eerlijk in zijn meningen. Dus. Dat is die waar je mee naar Bologna... Ja. Dat gaan zien. Kruiden gaan die... Wacht, Mechelen nog even? Ja, in Mechelen, ja. De goal van Opoku. Oh, amai. Top, hè. Ja, heel die naam van. Ja, daar heb ik het eigenlijk over. En dan ja, van Foulon, dat is net hetzelfde. Dan, ja, want dat vond ik wel van de coach van Leuven. We geven 3 cadeaus. Dat is geen cadeau. Dat is echt een schande over Foulon. Ja, dat is echt... Die heeft al rare dingen gezegd, hè, die mens. Maar, die deed dat nu in het Frans. Heeft hij dat nogal gedaan, in interviews? Ja, oké. Ik dacht dat hij op die korte tijd geleerd. Nee, die heeft nog... Het is altijd zo wat Frans en Engels geweest, denk ik. Ja, maar nooit... Goed. Nooit. Nee, hij probeert wel. Ja, dat vind ik ook. Ja, maar ik denk dat hem zich niet heel duidelijk... Ja, maar on don't 3 cadeaux, dan zeiden we geven 3 cadeaux. Hè. Je kunt ook zeggen on don't 2 cadeaux. Oh, dat is echt waar. Absoluut geen cadeau. Die mens houdt Oajal in eerste, hè. Die is al toch... Ja, met hetzelfde gemiddelde als Breiz. Exact. Dus... We moeten niet doen dat hij een paleisrevolutie ontwikkelt. En Mechelen, dat is de match die ze 2 weken geleden hadden moeten spelen. Dat moet ook pijnlijk zijn. Ah, fuck man. Ja. En dan komt Marek zit tuurlijk, thuis. Ergens bewijst Leuven ook dat het... Het was eigenlijk 2-2 ook, hè. Leijzen gaat 2 keer in de fout. Het is niet dat Mechelen nu 0-4 wint, vingers in de neus en toont van we zijn eigenlijk beter. Ja, maar het was zijn weer wel een beter. Moeilijke match. Ja, ze zijn beter. Ze hebben meer punten, maar dat zou bijna erger zijn dan dit, vind ik. Mm. He, want je wint nu in de laatste minuut door een flater van de keeper. Ja. Mm. Maar op Asset heeft hij dan echt een hele goede redding. Zijn reactie met zijn hand. Maar dan nog, dat puntje was genoeg geweest 2 weken geleden, toch? Voor Mechelen, of niet? Nee, voor ons ook, trouwens. Hoe zeg je? Ze moesten winnen. Mechelen moest winnen? Ze moesten winnen. Dat was het, ja. Gelijk hadden ze niks, want ze moesten in de laatste minuut nog gaan. Ja, als het over play-off 2 gaat... Dan ga ik heel even pipi doen. Allee, je hebt het toch al 66 minuten volgehouden. Dat is langer dan gewoon. Ik denk dat hij allemaal niet interessant is. Ja, blijkbaar niet. Zeker wel. Maar wat ik denk, Westerlo staan daar op zich. Die gaan het niet meer kunnen opbrengen om super competitief te zijn. Of zie ik dat nu verkeerd? Ja, competitief, denk ik. Vrees ik dat dan. Sint-Truiden. Maar dat is moeilijk voor Leko, hè? Zoiets. Dat komt wel allemaal in uw nek. Hè. Dan zit jij de coach. Dus als je een beetje eergevoel hebt als speler en een beetje respect voor je coach, probeer zeker toch. Die tweede helft. Wat was dat? Maar is dat ik zie daar niks in. Ik denk ook van, dat is toch je contract nog uitdoen bij wijze van spreken. Ja. Leko. Ja, maar ook sommige spelers dat daar spelers, zitten. Spelers, voilà. Want Leko... Maar over Leko is er wel een interview gegeven. Iemand van het bestuur dat zei, ik zou er echt van verschieten als ze meer volgend jaar niet meer is. Ja, ik ook. Ik wil zeggen, er zijn echt gesprekken gaande naar volgend jaar toe van spelers. En... Je kunt ook als bestuur zeggen, die zit hier volgend jaar zeker nog. Ja, maar dat is ook... Want ik zou er echt van verschieten als hij niet meer is, dan laat het toch een spiraal. Maar het andere is ook maar wat het is, hè. Ja. Allee, dat hebben we er al genoeg gezegd. Ja, dat is ook waar. Maar als je dat nu zegt... Vind ik wel als bestuur, dat vind ik iets anders. Omdat je kunt niet meer zakken, je kunt niet meer in paniek geraken. Ja, snap je? Allee. Ja, maar dan had je toch verwacht dat ze nog iets vrijer zouden spelen dan wat dat het nu was. Ook al, het is de beste, ze spelen tegen de beste ploeg in de Europlayoffs. Ja. Maar nog steeds, het is wel echt een serieus verlies. En Leko was zijn speler ook wel aan het aanvallen in die postmatch. En dat zijn fouten dan in U14 niet meer mag maken. Dan... Zeiden toch ook aan het zeggen van deze wel en deze niet meer volgend jaar, als ik blijf, denk ik. Joris is intussen terug van de sanitair bezoek. Ja, we hebben net het dilemma gedaan. Mark Breiz of Joris Breiz. Het is Mark Breiz geworden. Met meerderheid aan stemmen. Ja, maar ook Mark die heeft het zwaar op dit moment, dus ik gun het hem. Hij is aan het bouwen ergens in Cyprus, hè? Ja. Las ik. Of Creta? Ja. Of Cyprus, ik weet het. Ja, Cyprus, je hebt gelijk. Denk ik. Aan een ploeg of... Nee. Toch Creta, denk ik. Gilles? Ja? Want hij komt bij Ofi Creta aan de slag, denk ik. Verbeter mij, geen zorgen. Zo. Dus... Nee, Gilles is aan het opzoeken, denk ik. Familie Breiz, daar zit geld, hè. Hadden we nog iets over de Jupiler of de Pinches Pro League? Sorry, Filip. Of kunnen we afronden en stilaan naar het dilemma op Steukers, Centrale. En... Mato Smits, is dat de ene die volgend jaar daarin gespeeld? Dat denk ik wel. Die ging bijna in januari al naar Gent. En die had zo'n filmpje gemaakt op de socials dat hij ging blijven. Ik vind het toch erg jammer, want ik had die ploeg wel graag zo'n Conference League voorronde zien halen. Cyprus of Creta? Het is Creta. Hij had een aanbieding om bij Ofi Creta aan de slag te gaan, maar ging er niet op in.
Dat was het. Dat was toch, en was ook bijna rond met de nationale ploeg van Ghana. Heeft ooit wel al eens in Cyprus Ghana? Gezegd. Ja. Ghana. Zou ik hem niet aanraden. Die Kaya van die spits van Sint-Truiden. Dus die heeft nog geen enkele goal. Die heeft die penalty op de laatste speeldag tegen club. Shot die op de paal. Hè. Nu, bij die 2-0 van Steukers, wat ook een goede aanval is. Oh, die actie is heel goed. Is hij zo boos dat hij de bal niet krijgt. Zo. Dat is een schitterend beeld. Dus, ja, die mannen... Die spelen die om een deur ook niet meer aan, want hij loopt goed diep. Dat is toch het ergste. Je ziet hem zo van leu. En dan gaat hij een bal eerst buiten, wat een heel goede pas was. Die beweging, de dribbel was supergoed gedaan. En die geeft, en hij haakt af, kon hem ook krijgen, maar die geeft die... En Steukens doet dat heel goed, want... De loopactie is heel goed. Want eerst achter eerst de verdediger. En als die blijft staan, is dat nooit goal. Dus hij tikt die met rechts binnen, een prachtige goal. En je ziet die gaan zo snel, maar die is eigenlijk niet echt blij. Daarna gaat hij er wel naartoe, maar die zijn eerste seconde en weer niet. We scoren weer. Ja. Dat deed dus met mij vroeger in het café. Ik kreeg die een bal niet, hè. Omdat ik zo slecht was. Ik herken dat super hard wat jij zegt. Dat is echt dat is erg. Echt, ja. Dan gaat hij mee en dan... Ja, het was ook altijd goal, want ja. Een andere spits was veel beter. Ja. Dus ja, ik kan er niet veel zeggen, hè. Het was toch een pijnlijk moment. Nog wel één ding. Noosa... Moet wel echt beter beginnen afwerken. Want... Dat is wat wij gisteren zijn. Shot altijd in het midden van de goal. Dat klopt ergens. Ja. Behalve dan die bal op de paal met links vond ik wel goed gedaan. Maar dat was nadat hij zwak had afgewerkt. Dat was oké, maar het is dat wel... Dat was een goede shot. Het is wel op de paal, hè. Ja, daar moet Scoras ook meer mee doen. Ja. Heeft veel te veel tijd nodig. Ja. Maar die twee ballen, die eerste die erin gaat eigenlijk en die dan afgekeurd wordt, die was echt... Los in het midden. Los in het midden, hè. Ja. En dat is wel... Ik had nu gezien 4 goals, 4 assists, alle competities samen dit seizoen. Maar heel dat Brentford-verhaal gaat toch mentaal er ook geen deugd aan hebben gedaan bij zo iemand als Noosa, die jong is en die ongetwijfeld het hoofd ook gek wordt gemaakt door alles en iedereen. Als je dan dat verhaal... Oh, daar wil ik nog even op inpikken. Doe maar. Sadiki. Die papa is live geweest op TikTok of Twitter of een van die sociale media toestanden. TikTok, en, TikTok sociale media toestanden voor een boomer. Uitspraak is dat niet. Ik ben al ouder. Hij zit tegen de. Ik ben Antonio van Filip. Ja. Al die Instagram toestanden. Dus je was tijdens een match live of na of voor, maakt nu allemaal niet uit. En die was eigenlijk Anderlecht. Tijdens Genk Union. Anderlecht, denk ik. Tijdens Anderlecht Antwerp. Ja, ik denk tijdens Anderlecht. Ja. En daar was hij echt aan het shamen op Anderlecht supporters en zijn zoon heel de tijd aan het goed praten. En met een Union-truitje aan en zeggen dat hem. Dat hem zijn gat afkuist als hem naar het toilet gaat met een Anderlecht-truitje. Ja. En Sadiki heeft dus eigenlijk enorm distance van genomen, dus afstand van genomen. En heeft echt vandaag een post gezet van, dat blijft mijn vader, maar ik ben echt op een heel goede manier in Anderlecht vertrokken. Ik speel nu voor de Union-kleuren. Mm-hmm. Maar alles wat mijn vader heeft gezegd, daar sta ik echt, daar distancieer ik me van. Ja. Hoe erg van je, echt een, je moet dat op Twitter maar eens opzoeken. Ik ken in de gasten van Koelkast, we hebben goede contacten met Noah en we... Weten ook, er speelt daar maar hoe erg is dat? Dat toch wat ik zeg, hè? Ja, maar dat speelt nog meer in de familie, gastje, dus je moet niet... Dat staat echt helemaal los van Noah, dus ze moeten hem dat ook... Hij heeft dat ook gezegd vandaag. Dat is knap dat hij zo... En ik vind ook knap dat hij zegt, blijf mijn vader, weet je? Want ook dat moet ik hem zeggen. Ja. Ik vind dat is een geweldig ventje, echt wel. Ja, het is top. Topkerel, ja, echt top. Ik ken hem beter, denk ik, maar de keer dat ik die een paar keer... Top. In twee talen echt keiduidelijk. En gewoon grappig en slim. Maar... Dat is wel kloten, hè? Als uw dichte familie dat aandoet. Die haalt wel uit, ze. Hoeveel vrouwen hebben dan al... Spelersvrouwen, wijks, hebben al niet dat soort filmpjes opgenomen. Achteraf of nog tijdens, of dat is toch... Die vrouw van Fabregas op social media. Bij topploegen altijd. Fabregas is bij Como, hè, nu. Hè? Die is trainer van tweede, Como. Ja. Staan tweede. Ja, die zijn aan het komen. Die hebben een... Como is er mee geld. Hij maakt het zonder dat hij het door heeft. Como is aan het komen. Como is aan het komen. Dat is een Amerikaan, denk ik, maar die zijn nu Venetië voorbij gestoken. Ja. Maar dat is een van de rijkste eigenaars van al het voetbal. Hè. Er zitten nog wel meer problemen in de familie, dus daar... Ja, maar je kunt het met... Maar het is op te zoeken, dus de mensen extra dat knap. Zien, chapeau voor Noah Sadiki, ja, vind ik zeker over eens. Want hoe dan ook... Allee, dat kleeft u wel aan, hè. Het zal wel. Ja, en dat gaat ze rap een eigen leven leiden. Hè. Ja, dus hij heeft daar in de kin gesmoord. Hij moest daar zo snel mogelijk op zitten, want anders... Op die social media. Die een toestand is er allemaal. Ja, ik wist niet welke dat was. Een platform, ik moet elk platform zeggen. Jij zit nog op Facebook. Absoluut. Ik ook. Mijn vader begon gisteren ook een Flashbook, denk ik dat het Flashbook. Was. Ja. Facebook, Flashbook of Instagram. dit gezegd zijnde, dilemma? Ja. Komt van de heer Joris Brijs. Ja.
Ik heb het gestolen. Er is iemand die mij gemaild heeft dat hij ongelooflijk geniet van de dilemma's. En ik stuurde, ja, ik wat minder. Ik vind dat eigenlijk niet zo... En hij zei, nee, blijf dat alsjeblieft doen. Want ik vind dat ongelooflijk fijn. All right, dus cool. Ja, voor die mens. Voor deze man. En voor Nick Gerams. Wie zegt dat een man is? Kan een vrouw zijn geweest ook? Nee, het was een man. Ah, okay, sorry. Ik voelde dat. Nick Gerams heeft het dilemma opgeworpen. Prime Zidane of de allerbeste Kevin De Bruyne? Prime Zidane. Hè? Ja, ik hou ook van Zidane, omdat ik echt... Ik hou van Zidane in alle mogelijk, op alle mogelijke vlakken. Maar ik denk dat hij toch nog ietsje oogstrelender is. En een hoger rendement ook zal wel in zijn... Rendement niet, assist en dingen niet. Statistieken gaan De Bruyne denk ik beter doen. Alleen, ja. Palmarès dan op zijn minst wel. Dat dan zeker wel. Ja. Door WK en... EK, WK, Champions League ook. Die Galacticos en dan... Die goal tegen Leverkusen er ooit in de finale van de Champions League. Ik denk, je kunt de grotere momenten, twee goals in het WK, die goal in Schotland, inderdaad tegen Leverkusen. Ja, die momenten zijn... Nog straffer. Ik hoop dat we binnen 4 jaar kunnen zeggen. Weet je nog? Pas op. Ja, maar hij is al 32 of 31. Ja. Als De Bruyne geen EK wint, gaan mensen over 100 jaar meer spreken nog over Zidane dan over Kevin De Bruyne. Ja, want die wordt wel in de namenlijstjes dat hij nog in een andere stad in de top 10 lijsten aller tijden. Wereldwijd. Ik denk in Engeland gaat er meer hebben die twijfel. En die kennen De Bruyne beter en minder Zidane. Maar, en is dat echt zo dat dus, die statistieken van wij kennen van De Bruyne KDB, toch nog beter? Ja. Ik denk wel dat De Bruyne betere statistieken Ik heb de statistieken van Zidane heeft zeker meer assists. Ik heb de statistieken van Zidane hier voor mij. Die heeft in zijn beste seizoenen haalde die een keer 11, een keer 2 keer 12 en een keer 13 assists. En die heeft maar 1 keer aan 10 doelpunten geraakt op een seizoen. Ik heb het enkel over het competitievoetbal. Ja. Maar die zat nooit aan 10-10 bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar dat was ook meer... Dat was ook niet de tijdperk waarin dat er zo'n statistiek monsters als Ronaldo Liga Mexico's. En, ja, in een, die speelden ook meer Modric-achtig op dat middenveld. Meer motor. De Bruyne is nog meer finisseur. Dingen. Dus die zouden perfect samen kunnen spelen. In die zin is het een beetje een vals dilemma, omdat je niet de twee dezelfde types vergelijkt. Het lijkt zo, maar dat zijn ze niet. Toch een shout-out naar Nick Gerams, want ik vind ze... Nee. Ook absoluut. Maar ik vind het wel een goed idee. Prime Zidane. Prime De Bruyne. Ja? Ja. Jong gastje, hè. Argument? Gevoel. En omdat bij De Bruyne mij heel veel meer naar boven komt dan bij Zidane. En geen kopstoot, dat was toch het thema. Ah, ik vind Zidane zocht hem wel op. Zidane zocht hem wel op. Sorry, ja, die kopstoot is toch het neigste einde van een carrière ooit. Ja. Dat hij daar moet afdruipen naast de wereld. Ik was blij dat de Fransen niet wonnen toen, want ik ben veel meer Italofiel dan dat ik Francofiel ben. Maar dat is wel... Hij heeft oerdom. Dat is heel dom, ja. Dat hij over je zus zegt dat niet waar is... Als dat waar is, dan begrijp ik de kosten. Het is nummer 1 dat je naast beide Materazzi, zowel als Zidane, dat is dat incident. Ja. Meer dan ik heb nog als ze gepresteerd hebben. Bij Materazzi was er niet veel naast. Hè. Nee. Ja. Joris. Wat is de score? Ik weet het niet goed. Ja? Ik denk 2 Zidane, 1 De Bruyne. En wat zeg jij? Ik zeg ook Zidane eigenlijk. Ik doe mee De Bruyne. Maar ik vind het heel moeilijk. Jij zei Zidane daarnet? Nee. Ik heb het dilemma gelanceerd en even rustig gekeken. Maar het is echt het liefde voor Zidane. Ja, het is en, bij en mij voor liefde. Wat ik vind De Bruyne een waanzinnige speler. Dat is bij mij echt omdat er veel meer naar boven komt. En ja, eigenlijk gewoon dat passen dat De Bruyne kan... Hoe dat hij een mens voor de goal kan zetten. En in principe is de prime De Bruyne is dat nu nog. Hè? Allee, daar mogen we hopelijk nog altijd van uitgaan. Ja. Ik dacht dat je ging zeggen als argument... Dat is een goeie. Dat is ook wel een goeie. Ik zit constant met die bingo in mijn hoofd. Ja, ik ook. En ook al Beerschot gezegd al. Dat ik zo jong ben en dat de goeie is over Popovic daarnet. Dat is hetzelfde. Er is nog 1 ding dat ik nog niet gehoord heb vandaag, maar dat komt nog. Dat komt zeker nog. All right, dankjewel Nick Gerams en dankjewel Joris Brijs. We hebben nood aan een denk ik, nieuwe club voor onze clubwatcher. Ja. Dat is wat. Maar eerst nog even puntjes op de i? Of, Ja, Napoli is aan een heel wisselvallige periode bezig. Ze hebben verloren van Barcelona, wel was te verwachten ergens. En dan zo, het zijn wedstrijden gelijk gespeeld. Dan terug eens winnen, dan terug eens gelijk spelen. Het is eigenlijk, zoals ik al had gezegd, een van de slechtste titelverdedigers dat er in jaren is geweest in Italië. Ik vrees dat zeker die Champions League-uitschakeling kan nu zo het effect hebben dat ze beseffen dat ze de voorbije 2 jaar echt een gouden kans hebben gemist die ze volgens mij in heel lange tijd niet meer gaan krijgen.
Ik denk dat De Laurentiis wel zal moeten verkopen nu. Hij heeft juist de sportief directeur weggekaapt voor de neus van Juventus. Sana, denk ik. Ik kende de man niet. En, sportief directeur van? Ik las de titel. Dus het kan zijn van Juve, maar dat denk ik niet. Ik denk eerder, maar dat Juve hem ook wou. Ja, ja. En, Giovanni Manna. Ik wist dat... was. Ja. En hij zit... Conte is de droom en hij is bereid om zeer ver te gaan om Conte te halen. De Laurentiis, omdat hij beseft dat hij zelf zwaar in de fout is gegaan. Met het ruzie maken met Spalletti, met het eigenlijk ontmantelen toch op een bepaalde manier van zijn team. Al heeft hij wel Osimhen gehouden. Maar toch, vooral ook de stoplappen nadien, Rudy Garcia, dan Mazzari, ja. En, maar Conte zou nog overtuigd moeten worden. Lees cijfers. En niet voor zichzelf, denk ik. Dat ook, maar vooral om het budget waarmee hij... Wil werken. Ja, wat gaat krijgen. Ja. Ik denk dat het wel eens een trainerscarousel kan worden in Italië. Maar ik denk dat Allegri bijna... Inter is de enige van de topploegen dat safe en goed zit. Ja, Roma ook, denk ik. Ja, de Rossi zal nog wel blijven, zolang dat het goed blijft lopen, maar... Lazio, heel slecht seizoen gedraaid. Napoli. Ja, maar die hebben nu Tudor en dat was wel al te zien. Marusic scoorde de winning goal tegen Oké, maar wacht, ze zijn nog in clubwatcher-sfeer. Ik kan niet. Zeggen. Nee, maar Tudor gaat blijven, denk ik. Ja, die denk ik ook nog wel. Pioli begint nu ook zo meer en meer. De opkopen bingo-kaart, maar die begint ook meer en meer. 6 wedstrijden op rij gewonnen bij AC Milan, dus Stefano Pioli. Dus, die gaat blijven. Ik vrees ervoor. Mijn enige hoop, en dat is misschien het vieste wat ik ooit ga zeggen als Milan supporter, is dat wij echt een pak rammel ontvangen van Inter in een derby. En dat ze dan misschien zeggen van oké, nu is het echt genoeg geweest, maar ik vrees ervoor. Want tegen Roma... Ze gaan tweede worden en... Je gaat door tegen Roma, je wordt tweede, ja. Europa League vrij en Inter is ook beter, dus... Ja, dat zou ik niet mogen accepteren. Nee, maar oké. Maar als het de waarheid is... Ja, helaas. Voordat ik begin te... Hey, wel onwaarschijnlijke hak van Leao. Fantastische speler, toch? Ja, tuurlijk. En bij die tweede goal... Hij heeft wel geluk dat hij hem uitglijdt, hè, de verdediger. Ja, bij die hak. Maar hij glijdt ook uit omdat het zo onverwacht is. Ja. En bij die tweede goal... Loftus-Cheek blijft daar toch wel rustig, hè? Ja. Die kapt ook nog eens achter zijn stuk. Maar bij die tweede goal... Dus hij loopt op de keeper van een beetje schuin. Ja, hij moet hem afgeven, hè? Ja, hij moet hem... Er loopt een mee, hij moet die afgeven. En die loopt gewoon aan de kant waar hij moet afgeven. Wat dan normaal heel raar is, want de schijnbeweging is daar. Dus in principe... Die loopt hij gewoon daar voorbij. Ja. En die... Hij moet eigenlijk naar links uitkappen of hem op Chukwueze inspelen. Niet normaal. Maar hij heeft dat is niet al gebeurd, dat hij keepers voorbij loopt in de richting van een teamgenoot. Ja. En de lach. Het is de moderne Ronaldinho, ik zal het zelf zeggen. Voilà. Maar veel minder vanuit stilstand. Ja, dat is waar. Dus, maar met een betere kapsel. Een veel betere kapsel. Ja. Fantastisch. En een mooie lach. Het is tijd voor een nieuwe club voor onze vriend Gilles Mbiebea. Want Napoli, dat is al even. Dat duurt al even. Maar ik ben er ook 2 keer niet geweest. Dat is aan Interland. Hoe is het met de Belgen daar eigenlijk? Met de 2 Belgen die er getekend hebben? Het was dingetje. Leander en Donker, heel veel van op de bank. Omdat Zielinski en Lobotka en Zambo Anguissa daar eigenlijk bijna altijd de starters zijn. Ja. En Cyril Ngonge was nu geblesseerd 2 wedstrijden. Dus die heeft eigenlijk wat minder gespeeld. Maar ik heb wel een indruk dat die 3 vooraan, Kvaratskhelia, Osimhen en dan Ngonge ernaast, dat wel hun beste voorhoede is. Alhoewel dat er wel een case is te maken voor... Maar van wie er volgend jaar ook wel 1, misschien wel 2 weg zijn? Nee? Ja, Ngonge zit er nog maar net. Maar allebei zitten er nog maar net. Maar ik zou wel blijven als ik van die 2 was en Conte komt, zou ik wel blijven. Ja? Als Conte maar Kvaratskhelia kan toch hoger mikken dan Napoli? Ah, dat die 2 weg. Ik dacht dat de 2 Belgen. Ik ook. Die zijn er allebei nog maar net. Goed. Yes, nieuwe club. De enige vraag die we nog hadden was, als ik Charleroi trek, zie je dat goed? Ja. Dan kunnen we naar de doop. Ja, alleen meer balken met Charleroi dat erin. Oh my god. Corrupt. Ik heb Eupen getrokken. Ik riep nog Eupen. Maar dan gaan we samen naar de Keerweg. Ik vind het ook wel leuk. Wie is ik heb altijd zo'n slechte dus, ik kan ook niet. Ik ben er niet een dag niet. Dat is goed. Gaan we naar Tottenham zeker. Cruise Scott. Eupen, hey, kijk.
Voilà, dan afscheidstoernooi. Zeer lekkere taart vooraf. Heb ik gehoord. Ja. Echt hoe is u Duits? Super lieve mensen. Onbestaand. Ja. Onbesteend. Hoge Venen, er juist even tof om te gaan wandelen ook. Kan wel naar Eupen rijden, natuurlijk. Ja. Een keertje. City Arsenal. De non-match. Ga je nog iets zeggen? Nee, ik was wel zelf aan het de tweede of de derde match tegen Eupen? De derde en de vierde. Oké, voilà. Kunnen we naar de Walen. Kunnen we wel een klas uitstappen. De keerweg. Ja, de Walen naar Toosten. Eerst thuis. Ik durf het niet zeggen. Ik ga het opzoeken. Normaal? Ik denk thuis. Kunnen we het zal thuis moeten zijn als het derde match is. Hè? Ja, nee. Dat, nee vaak nee, is dat omgekeerd. Thuis, uit. Het is eerst de 21ste in Charleroi en dan de 26ste in Eupen. Wederom heb ik het bij het rechte eind. Ja, maar dat is raar, want in die zes competities is dat... Allee, ja. Europa League is anders. Dat hebben ze nog niet door bij ons. Maar voilà. Je bent welkom, Jill. Ja. Bus inleggen? Ja. Is daar een vak H waar wij in kunnen gaan zitten om voor Daan te supporten? Met een trekhaar voor de zebra. Er is een cornervlag en laag. Ja. Dus, ja. Een trekhaar voor de zebra ook. Oké, jongens, we zijn bijna 90 minuten ver. We moeten de Premier League voor City Arsenal, Filip. Dat was kunnen we een kort sof over zijn. Ja, een sof. Ja. Dat is een goed woord. Ja. En het wat we dan altijd achteraf, ja, maar tactisch was het super interessant. Ja, voor mij ook niet zo. Want ja, het enige wat je wel ziet is Declan Rice. Dat het verschil is tussen die match op 0-0 houden of toch verliezen voor Arsenal. Dat zie je. En dat is onwaarschijnlijk. Die hield De Bruyne in de gaten. En toch, hoe die scant, is fenomenaal. Dus die zit de hele tijd, weet hij waar De Bruyne staat. En dan stapt hij ook nog eens uit op een moment dat er iemand toch uitgekapt is. Dan stapt hij nog uit en dan geeft hij De Bruyne over. Dan zorgt hij nog van, hey, jij nu, hè. Zo, en ondertussen gaat hij daarin doen. Echt straf. Ja, transfer van het jaar, toch in Engeland en misschien wel daarbuiten. Maar je ziet ook dat die ploeg, ja, die hebben niet... Zot genoeg kon Chelsea dat wel op City. Die hebben die enorme snelheid vooraan. En ze hebben dat wel als Martinelli speelt, dan hebben ze toch ene pijl op de boog. Maar Arsenal moet eigenlijk dominant zijn om een ploeg kapot te voetballen. En dat lukt niet op City, dat lukte thuis iets beter, maar ook dat was geen goede wedstrijd. Dus ja, die twee coaches, die neutraliseren, annuleren elkaar. Dat is niet zo fijn om naar te kijken. Nee. Nee, wel, zeker omdat we al zo verwend zijn in de Premier League dit jaar. Ze kennen elkaar ook zo goed. Eigenlijk. Ja, die kunnen een videoanalyse 2 weken vrijgeven, hè, voor die match. Die kunnen zeggen, jongens... Van naar Durbuy. Of taart eten in Eupen. Ja, voilà. Maar ik zat echt klaar met goesting om te kijken. Nou ja, ik ook. En dat viel zo hard tegen. Ja, ja sorry. Ik zat klaar met goesting. Broek op mijn enkel. Ja, kijk zo. Maar je zag toch vanaf die opstelling al van, dit gaat het wel worden. Ja, want dat is allebei hun sterkste opstelling. Ik denk ook bij City, het feit dat Kyle Walker niet meedoet. We speelden raar genoeg ploegen van dat enorm niveau. De 8 verdedigers waren 8 centrale verdedigers van opleidingen. Ben White is dat ontstegen, vind ik, want die doet dat. Maar al de anderen, je speelt met Ake, met Gvardiol, Akanji, met Ruben Diaz en met... Akanji. Dat was de 4 achterin. En in het begin speelden ze echt met 4 achterin. Nadien zijn ze wat beginnen inschuiven. Zeker als Rico Lewis kwam, die deed dat dan. Ook omdat Ake uitviel. En bij Arsenal, Kivior. Gabriel Saliba, uiteraard. En rechts White. Die eerste helft vond ik de beste man. Heb je hem nog eens geïnterviewd? Uw vriend White. Nee? Heb je iemand geïnterviewd eigenlijk? Daarna? Wat heb je niet gezien? Jawel, Arteta. Hij moest lachen met iets wat je zei. Ja, hij moest lachen met iets. Ik heb dat gezien op Twitter-toestanden ergens. Maar Dus ik... Nee, maar de laatste vraag was... Ik dacht, ja, ik moet iets... Hè, want hij was echt blij als een kermisvogel met die 0. Ja. Dat was duidelijk. Van, ja, we hebben niet verloren wat dat kan. Ja. Hè. Ik zeg, maar heb jij je keeper doen zeggen, wissel van schoenen? Want die Raya glijdt 3 keer uit in de eerste af. En die zei, nee... En die meent dat dus. Terwijl ik hem 2 keer geërgerd heb zien kijken naar zijn bank van zich. Wat is dat hier? Maar zou dat kunnen dat zo'n coach echt vindt van dat laat ik aan een speler? Als dat 2 keer al gebeurd is, dan vrees ik het. Ja, maar hij was wel eerlijk. Ik ben echt bijna zeker dat hij dat niet had gezegd. Maar het kan een van zijn assistenten zijn die dat Nee, maar dan zei ik, ja, maar hij heeft ze toch gewisseld. Hij zei, ja, maar die... He did it himself, zei hij zo al van lachen. Ja, ja. En ik denk dat dat waar was. Ik vond dat wel bijzonder, omdat...
Jawel. Ja, maar dat is toch geen detail op dat niveau? Nee, als zo'n coach maar het zou wel niet... kunnen dat... Ik heb er... Als een soort opvoeding, van, dan moeten ze zelf achterkomen. Dat is even, kijk, daar kom ik niet in. Dus als ik dat nog moet doen... Ik begon dat om een duur te denken. Door die 6 seconden interview, hè. Omdat hij mij echt oprecht leek. Maar dat lijkt me, ze zijn zo bezig. Want hij was verrast door die vraag. Veel uit de lucht, hè. Ja, dat zou ik en niet dan zijn we volgens mij oprecht. Dan kun je niet zo snel... Ja. Of zou je dat goed vinden of niet? Ik zou dat boeiend vinden. Ik zou dat super... Want dan, daar kan ik... Over zoiets kan ik lang nadenken van... Zou dat nu echt zo zijn dat hij denkt van... Kijk, daar laat ik een speler sowieso vrij in. Zelfs als hij drie... Want ik wil niet die zijn die hem zegt verander van schoen. En dat hij dan met zijn studs blijft steken. En dat we... Allee, ik romantiseer misschien te veel of ik denk te ver na. Maar ik vind dat wel interessant. Zaterdag in de Standaard. Een essay. Nee. En al iets? Ja? Ja? Over waar we het zeker ook over moeten hebben. Zeg maar. De niet-trainer van Liverpool volgend jaar. Xabi Alonso. Ja. Oké, okay, maar toch cool. Let's move. Cool. Super cool dat hij blijft. Persconferentie. Dat hij dat, vooral dat hij begint met I think I'm gonna do this in English. Dat was toch al top. Ja. Ze van, sorry jongens, het is even niet verhelderd. Ze moeten het daar horen. Dat vond ik al geweldig. Ja. Wat vinden van de keuze op zich? Ik vind dat heel knap. Ik vind dat een goede keuze. Ik ook, maar het is natuurlijk... Allee, ik hoop dat zijn spelers... Maar dat is toch teken dat hem daar ook wel enige even loyaal blijven over heeft, dat er toch wel een aantal mee gaan blijven. Want anders... Ah, wel ja, dat hoop ik, dat Grimaldo blijft, dat Boniface... Want pas op, hè, hij heeft het een tijd zonder Boniface... Allee, al heel lang doet hij het zonder Boniface, ondertussen 3 maanden, denk ik, hè. Dat toch de man was Boniface heeft hem de kickstart gegeven. En hoeveel keer dat hij nu... 2 keer tegen Karabach. 1-0 achter tot nu weer. Meermaal. 88. 0-1 achter. 86 en 88. Elke keer chic. Elke keer Patrick Schick. Ja, chic. Die leek toch echt buiten het spel te staan. Ik heb het gezien. Op die voorzet van Frimpong. Ja, dat was echt die stond met zijn been stond toch erbij. Is dat mijn automatische VAR in Duitsland? Want ik was naar de samenvatting aan het kijken. Nee, het is geen automatische VAR. Ah, okay. Dus hebben die lijn... In Italië is leek dat toch... In de Serie A is dat toch buiten ja, spel? Ja, het zal niet, Gilles, maar het leek toch echt. Nee, ik geloof wel dat dat niet is, maar het leek toch... Nee, want het camerapunt was echt op de lijn. Op de lijn, ja. Dus daarom dat ik ervan overtuigd ben dat het offside was. Het is juist hetzelfde, want dit kan niet. Maar ja, hebben de 2 millimeter van Tottenham tegen Luton gezien? Ja. Ik heb die match gezien, zou je het moeten weten. Alfie Doty die een bal buiten... Nee. Ah ja, die bal dat net niet over de lijn was. Ja, ja. Echt. Dat is dus echt een beeld waarbij dat je groen ziet, en dat kan, hè, dat je onder... Maar hoe dat hij dat ook doet, hoe dat hij die bal er wegshot... Zeker zo hard, fenomenaal achteruit goed gedaan. Achteruitvallend zo hard een bal nog wegtrappen. Ja. Nu maar reageert toch niet zo snel op die fase. Die Alfie Doty. Ja. Ja, maar dat is een cafévoetballer. Ja, maar die raakt niet goed bij die man. Nee, er is niks mis mee. Dat bedoel ik net. Die in een geweldige trap, maar dat is voor de rest. Die is dat te puffen al na 2 minuten. Hè, daar is niks mis mee, Philippe. Nee. Maar ik vind wel dat heel streng uit. Maar dat is, ik vind dat fantastisch. Die fase, dat is, ik heb dat echt gezegd. Als ik Kaminski ben en ik pak een punt, nu natuurlijk niet. Maar daar laat ik een schilderij van maken. Dat kan de redding zijn. Hè? Dat kan het punt zijn dat ik op mijn toilet. Nog even terug, want Xabi Alonso... Die varf, die horlogebeeld zo. Met die lijn, dat is en kunst. Dat is moderne kunst. Het was er bijna zoveel over dat ik dacht van... Allee, geef hem maar. En ik betrapte mezelf van nee, dat mogen niet denken, want eindelijk is het goed. Ja, zo. Ja, maar vooral ook omdat je ziet iedereen er die naar buiten kijken. Ja. En je ziet die kijken en die loopt gewoon door. Dat was zo. Over kunst gesproken. Een kleine zijde. Jan van Riet. Kent je Jan van Riet? Ja, hè? Schilder en dichter. En van ook, niet persoonlijk. Romancier. Ja. Die heeft een prachtige Jan van Riet. Superga. Superga, de heuvel waar het grote Torino tegen is gevlogen. Een van de grote vliegtuigrampen uit de geschiedenis van het voetbal. En er is 1 schilderij van truitjes. Gewoon truitjes. Dat is onwaarschijnlijk mooi. Van Jan van Riet. Ja. Oké. Okay. Dus een super zijsprong. Ja. Ik ga terug naar de Bundesliga. Sorry, het omgekeerde, Xabi Alonso, die mag bejubeld worden. Tuchel, die Leverkusen zoal geluk wenst met de titel. Ik snap dat je het doet, omdat je... Maar het is zielig. Venijnig. Maar venijnig, het is gewoon zielig. Toch, als vertrekkende coach... Het is ook op je eigen ploeg trappen. Ja, natuurlijk. Maar nog los daarvan, wat voor een loser-uitspraak is dat? Waarom? Ik snap niet dat Bayern... Ontslaag je toch ontslaat je. Zeker als ze vorig jaar de titel winnen en de dag daarna ligt iedereen buiten en nu kunnen dat niet doen. Ja. Dan heb ik zoiets van, waar is dan dat oppermachtige dat je in Duitsland altijd wilt uitstralen? Want nu zit je met iemand dat is aan het rondstoppen binnen je eigen kleedkamer. Nu heb je niks meer te winnen. Dat is gewoon de mol, hè.
Ja, Tuchel. Dus, Tuchel is eigen, ja, maar dat zou wat zijn, dat die in de voorlaatste aflevering zo ineens door beeld loopt. Tuchel. Ja. Ja, ja, moet nog wel, ja. Ik moet nog zien wat de zondag. Ik moet nog kijken, uitgesteld. Normaal gebeurt dat niet, maar dat vind ik spijtig. Iets anders dat vind ik een klein smet goed. Op onze vriendschap. Het was niet eigenlijk. Goed. Nee, het was een grote smet op onze vriendschap. Ik ga het andersom kijken. Ja, ik ga eerst de laatste aflevering kijken en dan zien... Of zou ik het vanaf het begin hebben dan zeggen, ik kan mezelf wijsmaken, ik had dat gezien. Ja. Ik heb het wel gezien en het was goed, maar ik heb echt een klassieke... Mag ik mij dat ook doen? Mag ik mij dat ook doen? Ja, wie dat is? Tuurlijk. De boomverzorger. Michael. Dat staat nu op beeld en klank. Ja, die ligt er binnen 2 weken uit. En Tuur moeten zij er nog doorgeven, want we spelen toch altijd, Tuur en ik. Ja? Normaal kijken we altijd samen, maar ja, het is moeilijk omdat hem nu aan het ene zit. Ja, ja. Maar jij moet zij er nog doorgeven. Maar ik heb het niet gezien. Maar ik weet dat er een vrouw uit is. Ah ja, oké. Ik heb keihard gevloekt, want ik zet een tv op en ik wou via een tv-gids terugkijken. Maar ik zet hem op, het beeld springt op, waar jij zegt, was een fijne kandidaat. Ja, dat is typisch, hè. Ja, dat is het, je moet leren. Weet jij het al? Oh. Ik twijfel ook nog tussen. Dat is live, hè. Die vliegt elke keer. Hoe dat je daar op de boot stond, je moet zeggen, klasse. Ja. Klasse beeld. Dank u. Dat is gestabiliseerd ook, dat beeld. Want dat bewoog veel meer dan dat je zag. Ah, en dat maak je dus ook. Een kostuum en zonnebril op. Zuiverde. Hoe dat wij zouden zeggen, zuiverde cinema. Ja, of Tom Konings. Dat had ook kunnen denken op een Italiaanse boot. Dat zijn de twee uitersten. En als je daartussen zit, is het goed. Komt zo ook eens naar hier. Terug naar voetbal. Nee, maar de mensen luisteren niet van de mond naar deze podcast, maar over voetbal. Hummels zijn een clearance. Oh, wauw. Maar hoe hoog dat... Ik vond dat Street Fighter 2... Voor iemand met een stok in zijn rug, dat hier al onder... Hallo. Als je dat nog kon. Super. Frankie had de match gedaan en die zei Hummels top, Emre Can top. Kane mist ook wel nog een enorme kopbal op. Ja, met de kopbal. Ja, en ook een keer offside, 1 minuut 88. Ja, maar dat was 1-2. Maar oké, dan hadden we wel nog een... Nee, maar ja, Leverkusen, dat is wel super. Hè. Ja. Als die echt seizoen kunnen afsluiten zonder een nederlaag, dat zou toch echt top zijn. Invincibles. Het is nu West Ham-Leverkusen, ook in de Europa League. Mm-hmm. Dan komen ze tegen de winnaar van Roma-Milan in de halve finale. Dus oké. Het is wel, dat is nog naar te gaan. Het is niet dat het zomaar kan. Ze moeten naar Dortmund binnen 2 of 3 weken. Als ze eruit gaan op penalties, dan gaan we ervan uit dat ze geen match hebben verloren. Hè. Dan blijft dat overeind. Gelijk gespeeld. Ja. Maar sowieso is die titel... Plus, maar Filip, je weet ook, je pakt die titel binnen de week erop, ga je met 5-0 ergens verliezen. Ah, wel, dat denk ik dus niet bij die Xabi Alonso. Ah, wel, dat denk ik dus echt niet. Die gaan dat nu toch blijven najagen. En weet je wat het ongelooflijk is? Ja, maar een keer dat je hem hebt... Ah, ik bedoel, de statistiek. Ja, die gaan toch... Ja, misschien. Als die met een overwinning... En nog 3 matchen te spelen, gaan die toch zeggen, die laatste 3 matchen... Ja, inderdaad, West Ham, of Milan. Of ons lijkt dat iets verliezen. Hoe was dat in die competitie ook nog, hè? Hoe was in de bij beker Arsenal? Dus ook nog, hè? Ja, zit nog overal in. Hoe was dat bij Arsenal? Zijn die toen... Maar kijk, in beker zijn ze de enige eerste klasser nog, hè? Ja, want het zijn 2 tweede klassers en een derde klasse. Ja. En is Arsenal veel speeldagen voor het einde van de competitie kampioen geworden? Die hebben giga veel gelijk gespeeld, hè, in dat jaar. Ja. Dus niet zoveel ervoor, denk ik. Want daar schrikte van als je de gelijke speelt. Van, ah ja, oké. Okay. Dat was het Arsenal van Pires en Henry en Ljungberg. 13 keer gelijk gespeeld. Ja, dat is veel, mee. Mooi. Ik ben nu aan het zien wanneer... Ja, dat is de derde van je matchen. Ja, dat is echt zo van, die Invincibles kon er wel tegen gelijk spelen. Ja. Allee. Ze hebben wel kampioen gespeeld met 11 punten los, dus ze hadden in die laatste 3 wedstrijden eigenlijk niks meer om voor te spelen. En welke 3 waren dat? Uit op Portsmouth gelijk gespeeld, op Fulham 0-1 gewonnen en thuis tegen Leicester met 2-1 gewonnen. Ja, oké. Okay. Ja. Niet de moeilijkste. Nee, ze waren al kampioen tegen Tottenham in gelijkspel. Juist. Dat is de 2-2. Misschien nog 1 klein dingetje voor Premier League. Company die rood krijgt. Samen met zijn speler. Of die ook met zijn speler. Dat is niet uitgezonden, maar ik had Gareth Barry voor de match. Ja? Ik heb dat gezien. Wat een vent, jongen. Ja. Echt waar. Niet normaal. Ja. Positief. Die kun je ook op een boot zetten in Italië, denk ik. Die gaat daar ook goed in staan. We moeten niet veel voor kunnen. Klasse, echt waar. Echt, dat was, ik zag die staling. Nou, wow, jongen, ik sta niet. Ik ben wel underdressed. Zo, echt vriendelijk, niet normaal. Kei toffe gast. Want iedereen begint over dat record van aantal matchen. Record gele kaarten. Die heeft ook 123 keer geel in de Premier League. Dat is een Burgess van de Premier League. Ja, maar die heeft daar natuurlijk wel het perfecte antwoord. Yeah, played a lot of games, zegt hij dan zo. Maar echt zo understated. Echt top. En ik zeg... nog een laatste vraag. Wist jij dat Vincent Kompany, dat hij use swearing words, dat hij af en toe vloekt?
Ja, ik heb hem veel horen vloeken, dus dat was wel goed. Zo. Ja, maar ik heb, die zat ermee in de kleed. Ja, ja. Ja, amai. Ja, tuurlijk kan die je vloeken. Zo, dat was wel top. Mensen Noord-Engels accent aan compagnie. Maar ja, dat is maar ook okay. Zo, ik vond dat ook totaal geen probleem. Absoluut. Nee. Het zuur stond echt in zijn ogen. Ja, ik heb hem nog wel niet zoveel gezien. Hij was echt boos. Maar het is daarom dat ik het tot ter sprake breng. Het was echt geen rood. Vooral penalty okay, te geven, vond ik ook licht. Nee, daarom. Die eerste gele kaart, die actie van de kapitein van Chelsea. Gallagher. Oh, dat was echt een zotte actie. Ja, die racist. Ja, dat is jammer. Dat is toch... Heb je gezien? Nee, wat? Het beeld van Gallagher in de spelerstunnel. En er is zo'n klein zwart jongetje, mascotte, die mee. Maar de andere krijgt wel een pollen. Ja, en die doet zo. En Gallagher ziet dat niet of negeert dat zo'n beetje of zo. En nu heeft hij keiveel bagger op zijn Instagram en Twitter dinges gekregen. Van dat een racist is. En dat, en ja, terwijl dat hem nadien echt een minuut later hem wel vast heeft in zijn handen. Dus dat beeld is rondgegaan en iedereen heeft echt niet gezien. Maar ik snap, of die gaan er niet mee bezig zijn geweest. Ik snap Company wel. Allee, want ik denk dat we niet veel woorden moeten van Maar het was waarom zo dat we moeten zeggen, die platformen moeten toestaan. Ja, dat is waar. Nee, dat klopt. Dat is walgelijk. Dus, en Palmer bij Chelsea? Mai. 21 goals en assists. He's a baller. Dat is echt een fenomeen. Ja, echt. Want zijn tweede, die penalty was al heel, heel proper. Wat die goal zelf ook. Die is jong, hè? 20? Ja, zoiets. Ja. Goal Palmer is... Maar de beste actie van het seizoen is dat ze hem bij City gaan luisteren. Vinken. Weet je dat nog? Dat ze hem zo gaan doen alsof ze hem gaan luisteren bij zijn ex-ploegmaat. En je ziet ook al die andere mannen die hem tegenkomen met wie hij gespeeld heeft. Iedereen voelt en ziet dat hij mega talent. Maar die kreeg in een interview, ik weet niet wie dat was, iemand ook van Sky, die dat tegen hem zei. En hij kon er zelf bij een nieuw antwoord en zei van, het probleem van Chelsea is toch gewoon dat iedereen rond u niet zo goed als u is. En je zag zo ergens aan hem dat hij wist van ja, dat is de waarheid, maar je kunt dat moeilijk gaan zeggen als nieuweling bij Chelsea van ja, de rest is niet goed genoeg voor mij. Maar moet je toch wel heel rap zeggen, nee, dat is niet waar, denk ik. Maar je ziet toch ook aan de manier hoe dat hij speelt, dat hij weet van het gaat van mij moeten komen. Hè. Ik ga moeten trappen, want als ik hem breed maar leg, hoe erg is dat dat degene rond u niet goed zijn als je miljoenen hebt uitgegeven. Dat is toch het slechtste transferbeleid in jaren. Ja. Ooit. Oké, er zijn nog... Allee, dat was bij Messi ook, hè. Ja, maar ja. Maar je bedoelt op de WK? Dat is toch nog een ander niveau. Het is anders, maar ik bedoel maar... Messi was ook... Allee, er zijn wel spelers die te goed zijn voor de ploeg, omdat ze nu eenmaal zo goed zijn. Maar doorgaans bij Barca... Ik ben akkoord dat Palmer niet Messi is. Nee, maar vooral met al die miljoenen hadden spelers rond Palmer kunnen zetten die dichter bij hem aanleunen qua kwaliteit dan nu. Ik denk ook niet dat alles moet weggegooid worden bij Chelsea. Ik denk dat die ploeg op een bepaalde manier... Als je het slim doet, 3 nieuwe en je zit dicht. Mm. Maar ja. Maar ze hebben veel, hè. Ja. Maar gewoon echt. Nog heel even terug naar Company. Ik snap zijn razernij over de spelfase. Maar ik ben daarvan geschrokken. De situatie van Burnley, die we al, denk ik, heel het seizoen als half hopeloos bestempelen. Nee, of dat lezen we al. Dat is helemaal niet 4 zo. Punten. Nee, maar ook natuurlijk door... 4 punten en nog 8 matchen te gaan. Is het nu 4? Ook door... Ja, ze hebben er 18. Ja. En nummer 18, Luton, heeft er 22. En nummer 17, Forest, dat er dus uitvalt. No? Denk, 22. Allee, ik wil niet zeggen, maar dat heb ik nu wel halverwege gezegd. Dat in Burnley wel nog iets. Oké, maar het heersende narratief, misschien niet van jou. Je leest overal altijd, Burnley, dat is een kwestie van aftellen totdat het zover is. Toch niet. En, ik heb dat denk ik wel gezegd, maar ze zijn met 4. Oké, jullie hebben het allemaal niet gezegd. Ja, ik wel. Nottingham Forest is natuurlijk punten kwijt. Everton is punten kwijt. Ja, daarom. Mee, hè. Dat is waar. Want Everton is al 25 punten. Dus daar naartoe is het al 7 punten. Hij heeft eindelijk zijn keeper gewisseld. Dus die Moric pakt veel beter. En hij heeft er Fofana in de spits. Die maakt er wel geweldige goals. Dus ja. En hun kalender. Het zou kunnen, hè? Ja, de beste kalender van alle degradatiekandidaten. Want ze spelen nog tegen Wolverhampton, Everton, Sheffield en Forest. Maar Everton is wat Daan zegt. Hè. Ja, die staan er nu al 7. Ja, maar die hebben al lang niet meer gewonnen. En een match minder. Gewoon pech dat die punten zijn afgetrokken. Hè? Ja, dat wel. Want anders zijn er heel veel afgetrokken, maar absoluut niet. Maar Die komen wel in de problemen als die niet... Die moeten die onderlinge duels. Allang weinig punten gepakt. Maar dus het zou kunnen, op zich. Ja, heb je die goal gezien dat die binnenkrijgen in de laatste? Die on-goal van Coleman. Nee. Die op die ingooi bij Bournemouth. Wat Pickford daar doet. Nee. Dus... Ja, jawel, want die vliegt gewoon door. Ja, maar dus die Pickford, die staat zo... Inworp,
ter hoogte van ongeveer de 16. En die Pickford die staat met zijn handen in zijn zij zo wat te stretchen. Zo. Echt, hè? Dus ja, nou, elke keeper staat, je staat klaar. Want die staat zo wat... Die Pickford, echt, er is iets mee. Die heeft zijn lichaam, die heeft dat niet onder controle. Nee, echt waar. Ik denk dat dat een ziektebeeld is. Echt waar. Ik denk dat die een soort Tourette heeft. Waar we niet mee moeten lachen, hè. Dat nee, kan, nee, hè. Ja. Maar ik denk echt dat die een soort Tourette heeft. Die doet... Ja, maar Tourette en nationaal doelman van Engeland zijn... Ja, allee, ja, het kan. Pff. Geloof me, kijk goed naar beelden. Je ziet die ook heel de tijd. Dan geeft hij een zegt... Sorry. Die gast heeft zijn lichaam niet onder controle. Ja, een tik. Een hevige tik dan. Ja, misschien. Maar het is meer dan een tik. Allee, als je daar nu zo... Die heeft concentratieproblemen. Die heeft, allee, sorry, als ik mensen met Tourette niet juist inschaal. Of zo, dat bedoel ik helemaal niet. Maar er zijn... Er is iets. Er zijn dingen die hem eigenlijk bijna niet geschikt maken voor die job. Maar dan denk ik ook, is de reden dat hij bij Everton blijft. Ramsdale heeft dat toch ook in een interview gezegd tegen Phillips, tegen Wright Phillips, dat hij ook echt zegt van, ik heb soms moeite met mijn 90 minuten te concentreren. Dus het kan zijn dat hij niet dat hem nooit kop tegen kop staat met het organisatie. Ramsdale. Ja, inderdaad. Ramsdale had dat gezegd. En dat was net op het moment dat Raya goed begon te kipbuizen. Het was begin dit kalenderjaar, denk ik. Ja, dat hij zo altijd interactie met de supporters zoekt, omdat hij daar nood aan heeft. Hij zegt van, ik heb dat nodig, omdat intrinsiek heeft hij niet genoeg motivatie om 90 minuten gefocust te zijn op zijn spel. En dat is wel... Ja, is veel gedoe. Ik zou dat zeker niet zeggen. Ik zou dat toch niet zeggen als een keeper. Ja, er veel reacties geweest op die een tekst toen, van Ramsdale. Ja. Ik heb eens Jordan Pickford Tourette in Google ingetikt. Ja. En daar wordt inderdaad zo over. Yeah. What's wrong with Pickford's face? He's making facial expressions all games en zo. Kun je de goal zien? Dat is niet aan ons. Je gaat echt moeten lachen. Dat is niet aan ons om dit hier nu te gaan. Ik bedoel maar, ik vind dat ergens super knap dat je dat niveau haalt. Maar dat doelpunt, die Coleman was ook echt boos, want die laat die bal ook daar. Dat is een bal waar je skipper altijd op tussenkomt als je geconcentreerd bent. En je ziet die gast denken, hij gaat toch komen? Ja, hij is on goal dan. Ja, wie is de Schlemiel voor 99%? Coleman. Ja. Maar hij staat... Die staat hij echt, staat moeders heel alleen. Die staat echt precies zo van die mensen met te veel tijd die in het park 's ochtends tai chi staan te doen. Zo. Dat stond hij zo. Die je nu ook in één moeite onder de grond schoffelt. Ja, er staat 35.000 man in dat stadion en hij staat zo, kom maar jongens, doe de roze legging aan en we gaan even... Mails kunnen sturen, geen probleem. De tai chi vereniging, doe maar. We hebben het over hetzelfde park. Ik vind dat super rustgevend om die mensen dat te zien doen als ze daar gaan lopen. Om ze te zien doen, vind ik het ook wel. Ja, park. Ja. Ik had er niet tussen. In de brand zitten staan ze, in Park de Brand. Ja. Hij heeft vorig jaar in een interview tegen Sky Sports ook gezegd dat hij met een psycholoog werkt om zich optimaal voor te bereiden voor een wedstrijd. Dus tussen de lijntjes leest je dan wel dat er... Zoek de doelpunt is. Je kunt dat kijken. Ja, maar ik heb het er straks nog gezien voordat ik naar hier kwam, omdat je anders praat over dingen dat ik weer nooit heb gezien. Maar ik heb het gezien. Hij stond inderdaad heel bizar gewoon. Is dat echt zo? Had ik aangekondigd dat we het over Pickford gingen hebben? Of? Maar ik probeer een samenvatting van elke contest te zien. Anders heb je het over dingen dat je niet weet. De 0-1 van Tielemans op Wembley. Hij komt daarna een slechte... Is dat ook niet geconcentreerd? Of is dat puur een technische fout van Pickford daar? Heel raar dat je die centraal speelt. Ah ja, die. Ja. Ik dacht even dat over die Tielemans wel ik dacht geniaal. Hij fake-up, ik dacht niet. Wat daar fantastisch is, dat die Onana al zo staat voor dat Tielemans. Vind ik zo knap. Hoe dat je mooi kruist, schuift, is prachtig. Allee, het zijn twee heel mooie goals. Er zijn weinig speeltjes dan met Wat vonden jullie van de truitjes? Niet goed. Nee, ik nee toch, hè? Nee, in techt op dat model vond ik dat wel. Maar weet je waarom? Ik zit er nu... Die bruine pamper. Ja. En die veel te ruime broekjes. Ja, dat inderdaad, toch het fit niet op het lichaam. Nee. En dat is super jammer, want ik vind het op zich wel mooi. Zelfs dat bruin, dat geraakte mee weg. Maar die van Engeland waren nog lelijk. Niet bij bleekscheten zoals ik. Dat werkt niet. Maar de rode, de match deed heel veel pijn aan de ogen in Dublin, maar die zijn wel echt fantastisch. Hè. Maar die moeten toch een short hebben in dezelfde kleur? Ja. Welk? Je wilt die toch in een short met dezelfde kleur nog zien? Nee, dat vind ik niet. Wie? De rode duivels? Nee. Nee. Dat mag toch zwart zijn? Nee, dat moet zwart zijn. Ideaal zal zijn rood, zwart, geel. Ik vind dat bordeaux net donker genoeg om te zeggen, maakt er een volledige van. Maar wat Tielemans daar deed, was en ook het feit dat Tielemans die geweldige bal van Lukaku, maar dat hij dat opzet en er is, En dat hij Declan Rice eigenlijk eruit loopt, die wel even niet door heeft. Maar dat is Rice, die hem eigenlijk mee zou moeten. Maar die dan denkt van nee, Lukaku kan die bal niet trappen. Dus alle credits voor Lukaku. Lukaku heeft ook wel, sorry, en dan laat ik u het woord. Echt
zo'n klote om die een bal buitenkant te durven geven, want als dat mislukt... Ja. Hij heeft het al vaker gedaan, hè. Er zijn zo... Tegen Everton, hè. Nog video's. Bij West Brom en bij Everton. Ja, ja. Onze vriend Louis Dunk gaat niet naar het WK, toch, hè? Ja, ik hoop de voor... De angst dat die had voor Lukaku op die bal. Dat ze, ik zal nu maar alleen grijpen, want anders krijg ik een duw. Oh ja, oei, ik ben er niet... Ik kan nog eens... Man, allee, dat is gewoon... Niet gebuist, de eerste keer. Op die fase zijn er gebuist. Dat kan niet dat die meegaat. Tegen met Brighton tegen Roma ook, hè? Ja. Nee, ik hoorde ons bezig over shirts. Ah, de Duits? De Duits? Ja. Oh, dat daar niet eens over nagedacht. Ja. Enfin, ja. Niemand in nummer 44 voilà, toch op een toernooi. In het internationaal voetbal doet niemand aan 44. Op een toernooi, niemand. Dat bestaat niet. Het is gewoon van 1 tot 23. Tot dus. Ja, ik weet het wel, maar dan nog... Dus ik vind het wel een cool lettertype. Ja, het is, cool. Het is een mooi lettertype. Jawel. misschien duidelijk voor degenen die het niet hebben gevolgd. Ja, de esthetiek van het dus kwaad. Het nummer 44 is in dat lettertype. Dat lijkt op twee keer de letter S. En dat heeft een nogal kwalijke connotatie. In dat lijkt vooral op de S. Op de, van de SS. Zoetstaffel. Dat bedoel ik, de S. Of de dubbele S. Ja, dat is een beetje... Dus 44 en 88... Allebei niet gebruiken. Ja, maar de 88, dat is al een langere, moeilijke... Ah, en trouwens, Duitsland gaat na 70 jaar van Adidas naar Nike. Dat vind ik ook crazy. Dat is toch raar. Ja, maar dan had die bondsvoorzitter had gezegd, ik zal de cijfers tonen en dan moeten mij zeggen of wat dat de cijfers zijn. Ja, het was 65 miljoen voor een jaar Adidas en 100 voor Nike. Ja. Dan had hij gezegd van, wat moeten we dan doen? Ja. Nee, maar dat is alsof wij hier volgend jaar, of Daan volgend jaar, in een Heineken Pro League shotten. Dat kun je toch niet voorstellen? Ja, dan blijf je eerste klasse zeggen, dan is dat allemaal in orde. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Voor Duitsland, Adidas is het sportmerk samen met Puma. En je gaat Amerikaan even binnenlaten. Maar ik ben wel heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. Het zegt wel veel over de machtsgreep van Nike, toch? Ja, maar het is wel de eerste keer. Echt waar, ik was, denk ik, 12 toen de eerste voetbalschoenen van Nike kwamen. Hè. Nike bestond niet als voetbalmerk. Hè. Dat is niet zo. Allee, die hebben niet die heel lange traditie. Mm-hmm. En die eerste, die trokken echt op niks. Hè. Dat waren klompen. Hè. Dus... Maar dat is toch een switch. De laatste jaren had ik vaak de indruk, als je ziet, Neymar was weggegaan naar Puma. Ik denk dat er veel atleten van Nike... Allemaal zijn geswitcht. Nee. Kanye West, dat is dan buiten het voetbal ook de overstap gemaakt naar Adidas. Dus er waren veel... Ja, dat mechtspel is er altijd bij hun, bij de grotere atleten. Nee. En Puma heeft ook zo op een bepaald moment heel hoog gestaan met heel veel atleten en met heel veel hiphopartiesten ook. Dus je merkt wel dat ze moeten wel ergens terugslagen. Ja. Het is wel een serieuze slag. Wat het sowieso betekent, denk ik, is dat het niet in de komende jaren naar België zal komen, omdat ze nu onze vier grote buurlanden... van shirts voorzien. Het is ook maar symbolisch. Ja, maar de Belgische markt is niet interessant genoeg. Hè. En zeker nu dat die gouden generatie wel aan het wegdemsteren is. Terug naar Bourda. Moet ik nog iets zeggen over de Duivels? Want ik vond het tegen Ierland... zo. Die laatste fase, dat was ook even toch... kleine buis. Ja. Hoe dat die zich daar laat rollen. Eerst de buitenspellijn, dan daar aan die lijn de lucht tekken. Terwijl hij wel goed inviel tegen Ierland. Ja, maar ja, tegen Ierland. Ik snap niet, Castagne krijgt veel kritiek, maar ik vind die in de Premier League goed spelen. Dus ik zou daar toch op blijven. Is toch altijd komt Castromont is daar op termijn niet bij. Maar daar hebben we het al eens over gehad. Maar dan zou je er toch deze keer bij moeten zijn. Defensief. Dan zou nu het moment zijn geweest om die erbij te nemen. Hè? En Zeno van den Bos. Die komt er in de toekomst wel in. Dan zeg je de Bast niet. Nu nog maar. Bij de selectie gaan we ooit stoppen. Hè? Ja, bij de selectie. Nee, maar het gaat over het EK nu. Hè? Nee, dat zeg ik niet. In de toekomst gaan we over andere dingen. Hij heeft nu net de eerste keer bij de belofte twee keer gestart. Want daar stonden normaal spelers en... Kom je op de tweede, stonden nog starten normaal bij de belofte, maar Zeno van den Bos start daar niet. Ja, Spilees is hem voorbijgestoken, En mag ik nu een domme vraag stellen? Die 35% balbezit die we op Wembley hadden, is dat weer waar we naartoe gaan de komende jaren? Maar dat is niet abnormaal. Toplanden? Nee. Ik vraag het. Engeland is... Tegen dit Engeland is wel geen schande, toch? Kern dat die hebben. En zolang als je ze pijn kunt doen, vind ik dat ook totaal niet erg. Want ik kan ook nog wel eens genieten van deze manier van voetballen. Want dat is wat we met City Arsenal hebben. Dat zijn die balbezitploegen. Maar we hebben zo lang de dominante ploeg geweest die soms te veel de bal had. Moeten zijn. Ja. En ik vind het wel leuk om nu... Maar ik snap dat je de hele tijd wel schrik had van pas op, man, pak geen bal. Het is wel zenuwslopen. Ik moet wel zeggen, dat vind ik wel bij Tedesco. In balverlies doen we wel veel beter dan dat we onder Martinez deden. Ja.
Wij zijn een ploeg die probeert druk te zetten. En dat is niet simpel met een nationale ploeg, maar dat zag ik wel. Hmm. Tegen Ierland minder, hoewel. Maar tegen Engeland, dat zag je. Je ziet Tielemans ook in balverlies keiveel doen. Dat is echt veel beter, vind ik. En daar kunnen we voor mij iets... Allee? Ja, ik heb zin in TK. Ik denk echt dat we iets gaan doen. Ja, mensen spelen, hè. Ik wil over die penalty die West Ham United tegenkrijgt op Newcastle. Ik vind dat, twee eigenlijk. Ja, die eerste vind toch? Ik wel penalty. Ja, sorry. Die ja, maar het is wel een bal. Ja, bij Gordon is dat toch, hè? Twee keer. Maar ik vind die eerste wel strafschop. Maar die tweede is echt vreselijk. Maar ook die eerste is toch eerst Gordon die eigenlijk zijn been zet of zijn been meer naar het been van de verdediger zet dan andersom. Ja, maar hij is wel in balbezit daar. Bij die tweede is hij totaal niet in balbezit. Nee, dat is heel raar. Dus die, het is Calvin Phillips die wel te traag reageert, vind ik, die er in de baklijn denkt, ik heb tijd. Ja. Maar hij zet gewoon, op het moment dat hij een pas wil geven, hij gaat niet naar de bal, hij zet gewoon zijn been er zo voor. Ja. Van kom, shot tegen mij. Hij kom, nee, was absoluut belachelijk. Vreselijk. Ja. Het heeft daar ook niet gemakkelijk, hè, Phillips. Nee. Want ook, ik zag precies een beeld dat hem na de wedstrijd aan de spelersbus werd uitgescholden, dat hem zijn middelvinger opstak. Die is zoveel kwijt van het aura dat hij had bij Leeds. Dat was... Ja. Dat was ook wel onder een heel andere trainer dan... Ja, maar dan ja, ze kennen dat wel bij bepaalde spelers die zo laten pieken dat ze daarna niet meer terugvinden. Hij moet misschien op ritme komen ook terug. Hè? En Guardiola, dat laatste babbelje met Grealish, dat vond ik ook weer zo, denk ik, doet dat. Er is een interview daarover gezien? Nee, wat zei hij? Er werd dan gevraagd van, ja, waarom doe je dat eigenlijk zo direct op het veld? Die mensen coachen en zo. En hij zegt van, ja, dat ik een van de belangrijkste personen ben. Ik wil dat de camera's op mij staan, maar zo heel sarcastisch. Hij wil daar niet de echte reden om zeggen. Mm-hmm. Maar dat is wel de reden. Ik wil dat jullie zien dat ik mijn spelers kritiek geef. Mm-hmm. Zo, was echt ik vond dat een beetje belachelijk. Dat was ook een belachelijke trek. Nee, ik wil dat de camera's op mij staan. Dat is de kritiek voor zijn. Hè? Dat je in je hoofd zit. De mensen zullen zeggen dat. Maar dat blijft wel raar. Bovendien was Grealish goed ingevallen. Dat is toch ook de reden dat hij dat doet? Welke andere reden dan te laten zien hoe belangrijk dat hij is bij al die topspelers? De enige andere reden is, denk ik, dat hij iemand is bij wie dat hij dat direct wil doen. Dat hij denkt dat meest effect heeft. Maar als... Toen bij mensen iets slecht doen, want bij Haaland deed hem het ook toen dat hem 3 goals had. Dus het is niet dat... Heeft dat bij Doku en bij Walker Nu was het mijn gezicht een beetje raar zo. En ook Grealish, weinig gespeeld, die gaan ook belangrijk zijn, hè? Want Doku viel niet goed in. Hè? Die wordt overal uitgefloten, Grealish. Overal waar het hij komt. Ja. Waarom? Wat is dat? Hij heeft dat zelf ook in vraag gesteld. Ik denk omdat dat leek The Last of the Romantics, weet je? Bij Aston Villa, dat was Robin Hood. Grealish bij Aston Villa, dat was zo... Dat paste. En die kon gaan drinken. En die kon, dat was local lead. En dan kiesde toch voor City. De City. Denk dat is. Maar ik begrijp dat niet, want ik geniet van die gast. Ja. Prachtig. En ik vind dat ook een sportieve speler. Voilà. Dat is niemand die... Ik vind een geweldige gast ook. Alleen die sokjes, hè. Ja, wat is daar trouwens de reden van? Waarom dragen sommige voetballers die sokjes zo laag? Ja, hij doet dat ook. Maar is dat puur stijl of is dat comfort? Nee, ja. En noem dat aan de kuit. Die gaten in sokken, waarvoor is dat? Dat is om het spanning te vermijden. Maar in Italië wordt dat heel veel gedaan. Ja, maar het zotte is dan dat alle lopers grote sokken hebben, waar dan compressiesokken. Dus dat kan niet met elkaar rijden. Wat is? Dat is voor ik. Faris Haroun had ook altijd zo van die sokken voor na de match, dat is voor recuperatie. Maar tijdens de match, Raja was de eerste dat in de kleedkamer bij Antwerpen. Maar lopen ook? Echt waar? Die lopen vaak met sokken tot... Oké, misschien niet. Maar Raja was gewoon omdat hem waarschijnlijk zelfs een sokken kapot scheurde. Ergens. Wel knippen op dezelfde plek in de kuit. Oké, cool. Dat is trouwens heel straf dat die sokken dan niet helemaal doorscheuren, toch? Dat is de kwaliteit van die sokken. Ja, en omdat... Ja, toen zaten we bij Jaco, die wisten ook op voorhand... We zijn ook van... Moet dat... Ja. Zo voorzien dat ze... Dus die maken speciale sokken? En wij hadden altijd alumeurs bij in de materiaalzak om te zorgen dat als er iemand knipte in de sokken dat we het konden afbranden, dan ontrafelt het niet verder. Ik vond dat een beetje raar dat je alumeur en Raja, dan dacht ik kan niet aan. Ja. Pas. Maar, Grealish, je moet eerst opletten. Dus die kuiten zijn
Dat is niet normaal, maar dat is echt niet normaal. Die zijn echt daar. Maar die bovenbeen ook, ik denk echt dat hij de grootste broek aan heeft. Maar die broek zit strak, hè. Bij Bernardo Silva floddert dat, hè. Zelfs bij Kevin De Bruyne, die is natuurlijk gespierd, maar die broek is een normaal. Bij Grealish, die heeft serieuze benen. Granieten benen, hè. Je zult een keer tegenstampen, die krijgt hij niet omver. Was dat bij jullie ook vroeger, dat je er speelde en de zak met de nukjes werd op tafel gezet? Dat je direct zo'n het grootste broekje... Er waren altijd maar twee XL'en. En iedereen was zo'n grootste broekje. Ja, XL. Nee, ik ging op zich naar de small. Nee. Ik denk dat we kunnen afronden. Ze zijn bijna aan 2 uur en anders krijg je het niet op tijd online. Ik ga nog één ding zeggen. Ja, heel kort. Newcastle... West Ham, de winning goal van Barnes. Fantastisch. Ja, deed mij denken aan Jared. Zo'n Jared-knal. Oh, die viering. Zoveel passie dat daaruit kwam. Ja. Als je in één stadion zo'n comeback kunt Als er iets creëren. Is wat hij mist, is passie, die gast. Nou, dat vond ik bij zijn goals niet. Nee, bij zijn goals niet. Nee, het is inderdaad waar wat je zegt. Het was een topgoal. En dan die viering. Ja, En de goal daarvoor was ook prachtig. De paas ertussen. Waren mooie Isaac. Goals. Ja. Die pas van Isaac, toch? Ja. En dingen. Ja. Sorry. Op hoe dat die in Bowen met zijn rechtse... Want die krijgt die een bal niet perfect van Kudus. De tweede of de derde? De derde. Die moet er zo even op wachten. En die vertrekt toch nog. Dat is die counter. Dat ze zo na een corner, denk ik. Moet erop... En die vertrekt nog. Ja. En die shot die met zijn rechtse... Hey, ook knap gedaan. Echt waar. Dat was een leuke match. Ja. Het is straks... is het op tijd online? Het is straks West Ham United Tottenham. Ik dinsdagavond, dat gaat afgelopen zijn tegen dat dit online geraakt, denk ik. Oké, okay, nog een kijktip. En ook een Italiaanse film die wel... Ik ben het al vergeten hoe dat hem heet. Gian Corradomani en film 1. Dat was het hebben deze week. Ja, volgende week, hoe bak je... maak je een Bernese? Jan van Riet, de truitjes. Echt wel, gaan kijken. Superga, shirts. Heel mooi. All right. Dat zou ik wel hebben thuis, maar hierop mogen afronden, hè? Filip, jij nog iets? Nee, ik ging het hebben over de aanval van Zweden, dus doe maar. Die Gyökeres. Gyökeres, Isaac en Kulusevski. Het is jammer dat ze niet op TK hadden. Maar die Gyökeres is iets speciaals, hè? Die is al 25 en nu breekt hij ineens door. Echte championship-speler toch geweest, hè? Ja. En bij Sporting Lissabon, dat op kop zat in Portugal, met Ruben Amorim. Mm-hmm. Die naar Barça zou gaan. Ja. En die niet, als je naar die namen kijkt... Behalve dan intussen Gyökeres, maar dat was ook... Niemand gaat dat... Is daar niemand, dan denkt hij, Benfica en Porto moeten daar boven staan. Dus die coach doet dat wel goed. Of wij kennen te weinig van Sporting Lissabon. Kan allebei zijn. Ik dat weer. De twee topschutters in Portugal. Ook. Zeker halen. Mm. En nog één ding, Thibaut Courtois zou papa geworden zijn. Ja, gelezen. Van Ellie. Thibaut of Thibaut? Thibaut. Ja, ik noemde hem Thibaut. Van Thibaut, ja. All right, cool. Super proficiat. Dank je. Ja, jij niet. Aan Thibaut Courtois, niet aan jou, Joris. Aan jou, omdat je er was, omdat je een fijne mens bent. Dank je wel. Dank je wel, Daan Heijmans. Dank je wel, Filip Joos. Dank je wel, Gilles en Biebeja. En dank je wel om te luisteren en te kijken naar ons gezwets. En heel graag tot volgende week. Bye-bye.